Ga met Florivida op reis naar de beste themaparken ter wereld. Voor volledig verzorgde groepsreizen en individuele reizen naar de Verenigde Staten, Azië en de Verenigde Arabische Emiraten ben je bij ons aan het juiste adres. Wist je dat je bij Florivida ook de Free Disney Dining and Drinks actie kunt boeken? Boek voor 2 juli aanstaande een vakantie naar Walt Disney World voor diverse data in 2025 en ontvang gratis Disney Dining Plan bij geselecteerde accommodaties, 14 dagen toegang voor de prijs van 7 dagen en €200 vroegboekkorting. Ons deskundige team staat voor je klaar om de perfecte reis samen te stellen. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Bekijk ons aanbod op florivida.nl en neem contact op met een van onze reisexperts. Maar wellicht kan hij het ook wel weer realiseren. De winnaars dus van vorig jaar. De beste tijd, 12.67 honderdste. De geconcentreerde gezicht, de goede constructie, de goede loskoppeling. En het komt heel dicht in de buurt van 12.67 honderdste sinds dit jaar. Het is de beste tijd. 11.42 honderdste. Onvoorstelbaar. Gaat hij het toch weer voor elkaar krijgen? Aflevering 278 van Team Talk van vrijdag 10 mei. 2024 moet erop bij. Oké. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. En ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week in Team Talk zitten we in de Efteling, in het land van Laaf. Nee, het Lavelaar. Je moet het wel goed zeggen, Thomas. Waarom heet het niet het land van Laaf? Dit was ooit gepland om het land van Laaf te heten. Ja. Maar rond die tijd had je ook het land van ooit. En toen heeft de toenmalige directeur van het land van ooit geklaagd bij de Efteling. En gezegd, land van Laaf lijkt te veel op land van ooit. Kies wat anders. En de Efteling heeft daarna geluisterd en heeft daar het volk van Laaf van gemaakt. En het dorpje zelf is het Lavelaar. Oké. Nou, we zijn lekker onderweg. Meteen verbeterd. Overigens, hier ook werkzaamheden. Hier het vijvertje waar je normaal met van die stenen zo door het water heen kan stappen. Ook gedraineerd. Ja, modderpoel, hekken ervoor. Er wordt daar wat vroeger het brouwhuis was. Heet nee, dat, het Luk en Limoenhuis. Precies. dat wordt nu helemaal opnieuw opgebouwd. Niet helemaal opnieuw opgebouwd, maar er wordt gerenoveerd zo te zien. Er ligt een nieuw dak op. Vraag me toch af wanneer de Efteling gaat communiceren wat daar nou gaat gebeuren. Want dit is niet zomaar een opknapbeurtje. Hier komt toch een nieuwe scène in. Nee, dit wordt toch. Dit was natuurlijk een horecapunt, heel lang geleden. Ja. Maar we weten toch allemaal inmiddels wel dat het gerucht gaat dat hier de Efteling een kijktafereel van wil maken, dat je daar naar Laven kunt gaan kijken. Maar we horen er maar niks over. En het is al bijna af, zo te zien. Ja. Nou, dat is allemaal in deze podcast. We gaan het hebben over het nieuws van deze week uit binnen- en buitenland. Maar eerst, Maurice, de vraag die ertoe doet. Wat is jou deze week opgevallen in pretparkland? Nou, daarvoor ga ik naar Ieper in Bellewaerde. Belgisch pretpark. Ik ken het. Ja, je kent het. Nee, ik dacht, check het even. Ja. En ja. Jullie hebben het al wel, of wij hebben het al wel gehad over Amazonia. De nieuwe Spinning Rapids daar. Daar is het vorige aflevering veel over gegaan. Maar hij is kapot. Hij is nog steeds kapot. Op dit moment is de planning dat hij dus vrijdag, dus vandaag, zou opengaan. Maar het is altijd een beetje spannend daar. Het gaat niet zo lekker met die attractie. Het is een Intamin attractie. Het is een prototype, €14 miljoen. We hebben natuurlijk in de afgelopen tijd regelmatig gezien dat Intamin-attracties problemen hebben. Dragon Watch in Toverland is natuurlijk ook, heeft er maanden uitgelegen. Ja. Zeker, Intamin is hartstikke goed in achtbanen, maar prototypes is altijd wel heel spannend. Dit ding ging open, iets later dan gepland. Maar toen leek het erop dat het goed ging, dat het prima was. Ja. En al snel is hij toch weer gesloten. Toen bleef er één bootje, er zit een soort van halfpipe in. Ja. En waarin je dus met een piranha bootje zo flop zo naar beneden glijdt. En dan ga je weer terug. En, dan, en die bleef het midden gewoon stilstaan. Ja, en het park zegt er zelf over. Dat is omdat er een pomp was uitgevallen. Ik weet niet of dat zo is. Want hij stond wel op een plek waarvan je denkt. Ja, volgens mij is er een probleem met van die remmatten. Want er liggen van die matten in die boten moeten afremmen. Anders ga je het hard doen. Dan krijg je Rollercoaster Tycoon effecten. Dat je dan echt zo aan de andere kant zo wii. Ja. En ze hebben daar nu ook iets ingemonteerd in die schans. Ja. Twee langwerpige planken die ervoor moeten zorgen dat die boot een bepaalde lijn volgt in die schans. Maar hij wordt dus nu getest dagelijks. Het principe van de attractie dat je vrij glijdt, vrij vaart al wel weer weg. Hè? Is al jammer. Ja. Hij wordt nu getest. Als je daar nu langs loopt kun je dat zien. En wat we dan op het filmpje zien is dat ding echt keihard tegen die rand aan knalt. Boing. Ja, en als je daar als klein kind in zit, dan val je er gewoon uit. Dus dit is niet de oplossing. Ze zijn nu, zag ik zojuist, van die boeien aan het monteren. Van die soort opblaasdingen, zodat de klap minder hard wordt. Stootkussens. Stootkussens, die je normaal naast een schip hebt hangen, zeg maar. Maar
Ja, het is toch wel een beetje gênant dat je zo'n attractie ontwerpt. Intamin heeft jarenlang ervaring met engineering. Er zit zoveel techniek in. Er zit een vrije val in. Er zit een draaiende verticale lift in. Dat werkt allemaal perfect. Zo'n plek waar je die Belgen... Maar dat gewoon een stomme schans, dat nou het probleem is. Het wordt zo'n plek in die attractie waar je straks die Belgen hoort zeggen... Allee, allee, allee. Ja, dan liggen ze eruit. En dan wordt de waterglijbaan. Amai, amai, dat ging wel. Want zot. Dat gaan ze zeggen. Van zotte attractie. Ja, dat is het nu al wel. Maar wanneer gaat die open? Geen idee. Misschien als je het luistert is die open, maar dan is de vraag wanneer gaat die weer dicht. Maar jij zegt eigenlijk, Intamin, daar moet je even niks bestellen. Want als je daar iets bestelt... Nou, misschien geen prototype. Is een beetje geen prototype. Nou zitten wij toevallig in een pretpark. Ja. Waarop nog geen kilometer afstand van ons, as we speak, een soort van prototype, een uniek iets, een nieuw iets van Intamin opgebouwd wordt. En dat moet... Eind dit jaar open. Ik heb het over Dans Macabre. De Efteling en prototypes gaan altijd goed. Kijk maar naar Vliegende Hollander, Droomvlucht. Dat is in de openingsjaren perfect verlopen. Dus ik kan me niet voorstellen dat de Efteling een attractie aankondigt wat een prototype is. En dat het dan niet open kan. Nee. Jij hebt het artikel al klaarstaan. Ja. Want dat is mij opgevallen. Oh. Ik dacht dat ik met Maurice een podcast ging opnemen. Maar ik zit ineens met heel iemand anders. Ja. Zet die pruik eens af. Ja. Zie je het nu? Zie je het nu? Ja, nu zie ik het. Ja. Ja. Je bent ineens kaal. Ja. Ja, ik ben eigenlijk niet Maurice de Zeeuw. Ik ben Wessel van Loopings. Ja, je bent Wessel Witte, hoofdredacteur van Loopings. Een website die wij soms bejubelen, soms afkraken in deze podcast. En omdat Maurice in Orlando zit, die heeft het beter bekeken dan wij, hebben wij jou gevraagd om in te vallen. Ja. En hoe voelt dat? Ja. Hoe zit je erin? Ik zit al mijn hele week zit ik mezelf al in te beelden dat ik Maurice ben. Ja. En dat gaat ontzettend goed. Waar heb je dan geen sandalen aan? Ja, ik wilde net zeggen, dat die heb ik thuis gelaten. Ja. Maar verder voel ik en adem ik nu gewoon Maurice. Ja, ja. Ja, toch even iets wat mij echt opgevallen is. Want dat moet je dan eigenlijk niet aan mij vragen. Wat is jou eigenlijk opgevallen in pretparkland, Thomas? Toen ik hier net de Efteling binnenkwam, viel mij toch wel op dat er is sowieso al heel veel niet goed als je nu aankomt bij de Efteling. Het is vandaag een hele drukke dag. Het is Hemelvaartsdag. Ja. Dus je komt aanrijden. Dan moet je al parkeren op dat knollenveld. Maar dat is nog steeds een soort van onverhard met stenen. En er ligt wel iets van een asfaltbaantje in het midden, maar nog steeds geen bewegwijzering. Dus ik weet niet in welke rij ik sta bijvoorbeeld. Wat straks zoeken. Vind ik echt bezopen voor een parkeerterrein waar je €12,50 voor betaalt. En dat parkeerterrein ligt er al eventjes. Maar goed, dat is al niet goed. Dan kom je aan bij die hoofdingang. Bouwput hier, bouwhek daar. Dan wordt er een hotel gebouwd. En dan kom je binnen en denk je, ah, maar als we daar eenmaal voorbij zijn, is het mooi. En dan zie je de Aquanura-vijver. En die is dan ook nog eens een keer leeggepompt. Omdat de Efteling het heeft behaagd om met RTL 4 een deal te sluiten. Om daar ter land, ter zee en in de lucht op te nemen. Ja. Het is een blamage als je binnenkomt nu. Het was al een blamage. Ja. Maar wat is de overtreffende trap van blamage? Want het was al een puinhoop. Het was al zo dat er al terecht geklaagd werd. Kijk, natuurlijk als je een hotel moet bouwen, dat wordt nooit fraai. Het is niet dat je met dat bouwwerkzaamheden er ineens sprookjes achteruit ziet. Nee. Maar je kunt iets doen om het mooier te maken. In plaats van een groene wand met wat plantjes. Kun je met een stomme bouwbig die nergens op slaat. Kun je daar iets moois van maken. Iets tijdelijks voor 2 jaar lang. Dus het was al slecht. En dan is nu die Aquanura-vijver. Dus je keek naar links, dan keek je naar rechts en dat was altijd mooi. Fata Morgana, Aquanura. Ja, ja. En dat is nu ook zo'n puinhoop. En het is zo druk en het is zo zonde. En dagen zoals vandaag, die drukke Hemelvaartsdag, gaan er echt voor zorgen dat die Efteling die reputatie houdt van... Dat is echt dat park waarbij het altijd een puinhoop is en het is altijd te druk. En ik sta altijd uren in de rij. Ik snap ook niet, ik ben vandaag ook hier naartoe gelopen met jou. Het is gigantisch druk. Ja, dat doet me deugd hoor, om te zien dat het druk is. Het is fijn dat hier natuurlijk... Mensen een kaartje kopen en op die manier ook nieuwe attracties financieren. Maar als ik nu naar Disneyland Parijs zou willen, of naar Park Asterix, of naar Bellewaerde, dan zeggen ze, sorry, het zit vol. Het park is gewoon te druk vandaag. We hebben de ticketverkoop al een paar dagen geleden stopgezet. Waarom gebeurt dat niet in de Efteling? Ja, dat zit niet in de filosofie. Die is kom maar. Ja. En op de dag zelf dan... Nou goed, ze zijn er wel op voorbereid. Er waren heel veel medewerkers op het parkeerterrein. Ja. Verkeersregelaars. Ook heel veel beveiliging valt mij op. Klopt. Die zag ik ook heel veel, ja. Ze verwachten nogal wat van ons. Hallo. We worden gefilmd en gefotografeerd, zie ik daar. Ja. Ongelooflijk. Ja. Gekhuis. Wat denken ze? Ze denken ook, wat is die Marie? Zit echt knap. Ja. Wat heeft die weinig haar? Ja, dat ook. Maar dus, wat was ik aan het stellen? Ik ben er helemaal van apropos. Parkeerterrein. Parkeerterrein. Oh ja. Dus en dan goed voorbereid, maar... Te land is in de lucht. Dan kom je dus binnen. En als je dus alle kanten waar je opkijkt, kijk je nu naar Bouwput. En dat wordt voor mij straks op tv toch ook helemaal niet mooi. Want dan, dat wordt eind deze maand opgenomen, geloof ik. Hè? Klopt. Dus dan in... Ja, eind mei. En volgens mij nog wel iets begin juni. Oh ja. Dus dan, maar dan is het hotel nog lang niet af. Nee. En dan heb je een soort van... Dan is de entree ook niet af. Dan is daar... Nee, dat is... Gaan ze dan dat allemaal zo filmen dat je alleen op de achtergrond Fata Morgana ziet? Ja.
dat moet toch wel? Je wilt toch niet reclame komende zomer op RTL 4 met... We zijn in de Efteling en dat je dan alleen maar stijgers en dat je achter bouwputten en ellende... Ting, 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 plonk, plonk. Ja, 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 dat is wel het risico. Maar ik denk eigenlijk dat ze een deal hebben gesloten met RTL. Wij gaan die hele vijver voor jullie verbouwen. Ja. Dan gaan we alleen die kant op filmen. Maar omdat het merk Efteling heel belangrijk is, komt in beeld te staan. Dit programma wordt gesponsord door de Efteling. Ja. Mede mogelijk gemaakt. En we laten gewoon... Roodkapje bij de start. Sowieso. Hè? En Pardoes staat ergens naast de vijver. Maar ik denk dat ze ook beelden van het park laten zien. Ik denk dat ze B-roll gaan hebben van de Vliegende Hollander en Joris en de Draak, ja, en de Baron. Dat Gerard Joling zijn presentatietekst een keer vanuit de Python doet. Of... Ja, ja, precies. Het, is natuurlijk, het programma is niet live. Het is ook niet semi-live. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren van toen het vroeger bij de Tros op tv was. Die acts... Daar zit steeds een harde knip tussen, want ze moeten steeds die vijver weer leeg trekken. Want al die wagens die knallen kapot tegen die schans aan natuurlijk. Ja. Dus je hebt steeds best wel veel tijd tussen die acts door. Dus dan denk ik dat ze het beeld van het park laten zien. Ja, dan laten ze altijd even herhaling zien vaak. Ja. En dan is de herhaling voorbij en dan paf, dan is heel die vijver leeg. Ja. Is de zon ook ineens onder. Weet je? Ja. En dan staat er iemand anders bovenaan die schans. Ja, dus een mooi moment om dan eventjes Gerard Joling door Sprookjesbos te laten lopen. Of mensen de pitons laten zien. Ja, nou ja, Gerard Joling gaat natuurlijk wel ongepaste grappen maken als hij het Sprookjesbos loopt. Ik hoop het. Als hij dan de buste van door een roosje ziet. Ja, zou de Efteling genoeg vinger in de pap hebben om daar dan weg te laten? Dat zou kunnen, ja. Dit is het moment, Wessel, dat in de podcast Maurice altijd zegt waar wij te volgen zijn op social media. Ja, ik heb daar een oplossing voor. Oh ja? Hij gaat altijd een hele lijst opsommen. Ja, terecht ook. En wat ik dan eigenlijk zou willen zeggen is, de naam van de podcast zie je nu staan, als het goed is als je dit luistert. Daar staat Theme Talk. Ja. Als je dat nou eens invult op het medium waarvan jij denkt, daar wil ik ze volgen, kans is zeer groot dat je ons dan vindt. Heel goed. En anders kan je jou ook vinden op Loopings, hè? Ja, en natuurlijk als presentator van Stadsradio Hippolytus Hoef. We hebben ook Petje Af. Dat is een dienst waar je met een kleine bijdrage ons financieel kan steunen. Om bijvoorbeeld de microfoon te betalen die Wessel nu in zijn hand heeft. Ik raakte helemaal in de war door dat grapje wat we net hadden bedacht. Van, oh, ik ga net doen alsof jij Maurice bent. Dat blijft er in mijn hoofd zitten. En we hebben een nieuwe support. En ik pak ze er even bij. Ben jij eigenlijk Petje Afnemer voor ons? Zeker. Ik ben diegene die elke maand 200 euro overmaakt. Dat ben jij? Ja. Nou, dank daarvoor nog. Maar dat hoeft niet hoor. Het mag uiteraard ook met een... Dan stop ik het ook gewoon. Met een kleinere bijdrage. We hebben er behoorlijk wat bij gekregen. Mag ik een warm applaus, die moet jij dan even geven, voor Robert Beetsma, Davy Krol, Luc en Arnie Tak. Kijk, Arnie Tak, is dat niet een schuilnaam van Reinhard Oerlemans? Nee, waarom zou dat zijn? Nou, die komt naar Nederland en die wordt ook altijd Arnie genoemd. Dat is waar, ja. Davy zegt, hoi Thomas en Maurice, ik heb jullie podcast pas ontdekt. En ben al helemaal fan en alles terug aan het luisteren. De humor, goede reviews en hoe jullie met deze podcast mij, waarschijnlijk ook anderen, meenemen op jullie avonturen. Alsof ik er soms naast loop, zegt Davy. Dankjewel. Nou, hij gaat 278 afleveringen terugluisteren. Dat doen mensen, ja. Want ik zie die statistieken en dan zie je dat hele oude afleveringen ook nog gewoon beluisterd worden. Best wel veel ook. En dan denk ik, ja, is het dan leuk om te horen wat wij vinden van de bouw van... Symbolica. Oh nee, die was wel open toen we begonnen. Maar dat je... De Zes Zwanen. Oh, weet je nog dat ze nog in het Walt Disney Studios Park al die nieuwe attracties aan het bouwen waren? Nee, we hebben ooit een extra aflevering opgenomen over de grote aankondiging van de uitbreiding van het Walt Disney Studios Park. Lang geleden, hè? We zijn blij dat dat achter de rug is. Daar is eigenlijk niets van uitgekomen. Dat is gewoon 5 jaar terug. Dat is 5 jaar terug. Het is gênant. Ja, ik maak een grap, omdat natuurlijk het is niks veranderd. Dus beetje beton. Ik heb wel me voorgenomen, normaal hebben wij een lijstje met onderwerpen die we willen bespreken. Maar ik dacht, ik ga met de hoofdredacteur van een pretparkwebsite zitten. Die zal de nieuwtjes van deze week wel in zijn hoofd hebben zitten. Dus waar moet het over hebben? Toen was het stil. Ben je nou echt even door je eigen website aan het scrollen? Ja, ik kijk even wat ik het belangrijkste vind. Wat vond je het beste artikel dat je deze week hebt geschreven? Het beste artikel? Nou, meest nieuwswaardige. Dat weet ik niet zo goed. Maar ik weet wel dat het leuk is dat ik een gesprek had met de directeur van Peridaisa. Ben jij bekend met Peridaisa? Ik dacht dat je Peridaisa moest zeggen. Dat zou best kunnen. Jij zegt Peri? Ja. Oké. Okay. Peri, het vogelbekdier. Ja. Dijsa. Maar Peridaisa, de dierentuin, de prachtig gedecoreerde, gethematiseerde dierentuin in België. Ja. Krijgt internationaal heel veel lof, die dierentuin. Ja. Ik ben er nooit geweest. Niet? Nee. Oh, het is een aanrader. Okay. De podcast die ik had met de directeur, daarin vertelt hij dat ze daar begonnen zijn met het bouwen van hotelkamers in dierenverblijven. Wel een glasplaatje ervoor. Maar je kunt dus daar slapen en je doet je gordijnen open en dan zie je tijgers staan. Je ziet beren, je ziet allerlei fantastische dieren. Het is echt fenomenaal. Je slaapt daar en je... Dus het raam van je verblijf, ja? Is daarachter zitten de dieren. Dat is bizar. Ja. Dus ze hebben een tijgerverblijf, waarbij dus aan één kant gewoon het publiek loopt van de dierentuin. En aan de andere kant is een rotswand of zo. En dat zijn allemaal hotelkamers.
Maar ik kan me zo voorstellen dat 's nachts die dieren gewoon naar binnen gaan. Dus in de winter wel. Dus het is alleen 's ochtends echt leuk. Als je gordijntje open doet en er staat ineens een leeuw te kijken. Ja, maar je hebt dus verschillende. Je hebt dus ook hotelkamers bij de polen, bij de pinguïns en de ijsberen. Oh ja. En dan heb je dus dat je dus van boven op het ijsberenverblijf kunt kijken. Dat is tof, maar je hebt ook onderwaterzicht. Dus dan heb je dus, als je het gordijn open doet van je kamer, halverwege loopt er een lijntje van het water. En je ziet dus de ijsbeer zowel boven water. En als hij dan een duik neemt, dan zie je hem dus door je hotelkamerraam zwemmen. Ja, dat is natuurlijk fenomenaal. En dit kan je kiezen. Als je reserveert, neem ik aan, heb je nee, alles. Ja, nou, je kunt de dieren kiezen, maar alle, ze hebben daar geen verblijven zonder dieren. Dus okay. Je hebt altijd een dier. Of het nou walrussen zijn, of je hebt ook een kinderboerderij met gewoon tientallen dieren waar je dan naast slaapt. Ja, en als de dieren er toevallig niet zijn, dan is het Henk in een dierenpak. Toen ze in China, hè? Daar hadden ze, heb je dat verhaal gehoord? Nee. Er was een dierentuin in China afgelopen week. Die konden geen reuzenpanda's krijgen. Dus die hebben gewoon honden zwart en wit geverfd met haarverf. En rond laten lopen. En gezegd, dit zijn panda honden ook heel bijzonder. Ja, was maar goed, je had een gesprek met hem over die hotelkamers. Ja, en het grappige daarvan is, die hebben de hotelkamers dus gebouwd omdat ze dus mensen van ver willen. Mensen zoals jij. Die, ja, die het is, daar het is wel eentje vanuit twee, drie hè? Uur moeten rijden. Het is voorbij Brussel vanaf hier, toch? Ja, het is echt Zuid-België, richting Frankrijk. Wel nog Nederlands taalgebied, toch? Nee, het is Wallonië. Oh, ah, ja, dus het is Français, oui, oui. Ja, ja, de directeur was ook een Waal, dus die moest in het Engels, het Nederlands met een beetje gebrekkig, maar was wel heel leuk. Ging hij zijn verhaal vertellen. Maar onaardige mensen, hè? Zijn de lieve mensen? Oh ja, nee. Nou, nee hij was het niet. Ja, misschien. Ik heb een beetje een stereotype wat ik er even uitgooi. Van Walen. Maar, ja, dat is een beetje een Nors zijn voor mensen die geen Frans spreken. Hij was geen stereotype Waal. Hij was een lieve, inspirerende man. Voelde me daar zeer welkom, maar wat ik wilde vertellen was dat ze dus die hotelkamers bouwen voor mensen zoals jij, die daar lang voor moeten rijden. Wat blijkt nou, 90% van de mensen die zo'n kamer boekt, woont gewoon op een afstand dat je gewoon in je eigen bed kunt slapen. Dus mensen boeken het niet omdat ze denken, dan kan ik 2 dagen paradijs doen, maar ze boeken gewoon voor de ervaring en de beleving. Dus moeten ze veel meer hotelkamers boeken, want ze hebben nu een bezettingsgraad van 100%. Ik vroeg, waarom maak je geen reclame in Nederland? En zei, ja, dan maken we reclame, dan gaan mensen kijken en dan zien ze alles uitverkocht. Ja, ja dat wat ik dus nu met Europa Park vaak heb. Ja, ja. Dat, ja, dat klopt. Dat is daar ook een probleem. Europa Park bouwt geen hotel omdat ze daar geen personeel hebben. Maar ze zouden heel graag wat hotels willen toevoegen. Die kamers zijn altijd vol. Ja, dat is lastig. Je moet er echt een jaar van tevoren. Of geluk hebt met een last minute of zo. Ja. Maar deze prachtige dierentuin, je moet er wel een keer heen. Desnoods doe je het een keer op weg naar Park Asterix of zo. Of Disneyland Parijs. Het is echt de moeite waard. Zeker in de zomer als het er prachtig groen bij ligt. En het meest indrukwekkende wat deze man mij vertelde was dat ze daar nu de grootste tropische kast ter wereld aan het bouwen zijn. Mm-hmm. 200 bij 200 meter. Oppervlakte van 4 hectare. Ze communiceren zelf 7 hectare omdat het meerdere bouwlagen zijn. Dus je kunt ook over elkaar, onder elkaar doorlopen. Het is niet een kast die zo schuin loopt, maar het is overal dezelfde hoogte. Volgens mij 22 meter. Gigantisch. Mm. Waardoor je dus echt verdwaald kunt raken in de tropen. Een stukje woestijn, een stukje oceaan. Komen hotelkamers in die kas. En dan slaap je dus met uitzicht op zeekoeien. Bijvoorbeeld een grote haaien. Ik wou zeggen, er zijn heel veel mensen die dat al hebben. Maar dat is een heel flauw grapje. Dat is een heel flauw grapje waar ik zeker niet om zou kunnen lachen. Maar ik zou mooi ik wil de uitzien van zeekoe thuis. En wat kost zo'n kamertje? Want is het aan de prijs of valt het wel mee? Het is geen goedkoop. Ik kan nu geen prijs noemen, want dat zou ik even moeten opzoeken. Maar het is, okay, het is niet goedkoop, maar het is goedkoper dan Disneyland Parijs. Oké, okay, best wel snel natuurlijk. Dat is waar. Ja. Mijn huis kopen is ook goedkoper dan één nacht. Het valt me op, jij hebt best wel vaak gesprekken met dit soort types. Die zijn er wel ontvankelijk voor. Die willen wel praten met de Nederlandse pretparkjournalist. Ja. Nou ja, waarom? Er is natuurlijk, zij hebben natuurlijk nu miljoenen bezoekers, maar dat zijn voornamelijk Belgen en een beetje Fransen. Dus als zij willen groeien, dan moeten dat Nederlanders zijn. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Ja. En ze kennen inmiddels na 14 jaar loopings wel. Dus ik denk ook, ik hoef me niet voor te stellen. Ik hoef niet uit te leggen wie ik ben. Dat is ook fijn. Overigens, dit klinkt dus interessant, hè? De grootste tropische kast ter wereld in België. Wauw, wauw, wauw. Als dat klaar is, zetten ze daarnaast nog een keer een gigantisch overdekt waterpark naast. Mm-hmm. Met als thema Mexicaanse tempel. En wat Paradijzen dus doet, is het wordt geen klassiek waterpark met gewoon van die tubes, van die glijbanen. Zij gaan het 100% thematiseren. Dus het wordt gewoon alsof je echt in Mexico bent. En dat is het ding waarom die dierentuin zo populair is. Drugskartels die je doodschieten en zo. Dat denk ik niet. Maar als je naar een dierentuin gaat, dan pakken ze een bepaald gebied en dan zeggen ze, dit is nu Afrika. En dan gaan ze dat zo Afrika maken. Maar dan sta je in en kijk je daar en dan zie je iets anders. Paradijs is 100% authentiek. Dus ze laten de vakmensen uit het land dat ze willen nabootsen, laten ze komen. En ze kosten nog moeite gespaard om die 100% die detaillering in te brengen. Dit is een reclamespot voor Paradijs, maar dat is ook echt de moeite waard om heen te gaan. Ja.
Oké, okay. En je krijgt gratis tickets hiervoor dat je dit nu... ik ben daar inderdaad. Ik hoef er geen parkeergeld te betalen. Oké, nou dat is sympathiek. Maar toch, is de analyse juist dat dit juist in België werkt en dat het in België ook kan, zo'n hyperdeluxe, prachtig aangeklede, mooie dierentuin, omdat ze daar niet, net als in Nederland, doodgegooid worden met dierentuinen? Want wij hebben er nogal veel in Nederland. Ja, en de concurrentie is daar natuurlijk minder. Je hebt daar natuurlijk Plankendaal en Antwerpen als grootste concurrenten. En nog een paar dingen in... Antwerpen ben ik hier geweest, is wel mooi, maar het is echt een stadsdierentuin. Ja, de artis van België. Ja. Ze zijn daar wel flink met opknapbeurten bezig, gelukkig. Maar ja, in Nederland zou de concurrentie heel groot zijn. We hebben natuurlijk wel dat Wildlands het geprobeerd heeft door te zeggen, wij gaan in één keer een nieuwe dierentuin neerzetten. En dat is een beetje met dezelfde allure geweest als Paradise, maar dat is niet gelukt. Hoe gaat het nu met Wildlands eigenlijk? Het gaat wel een stuk beter dan voorheen. Ik hoorde jullie de vorige keer zeggen... daar zijn geen dieren. Daar ben ik een keer geweest op het Kompasplein. Het was alleen maar stenen en niks. Dan merk ik wel dat je er al lang niet meer geweest bent. Het plein heet al heel lang geen Kompasplein meer. Het is het Mondialaplein. Oké. Okay. En daar hebben ze de stenen weggehaald. En er is nu een apenjungle verblijf als je binnenkomt. En de kritiek die ik daar hoorde was ook bij jullie in de podcast. Het loopt allemaal dood. Je komt daar aan en dan loop je zo'n themagebied en loopt dood. Gelukkig 4 jaar geleden hebben ze het opgelost. Okay. Dus er zijn nu, het is nu een doorlopend park. Je kunt nu van themagebied naar themagebied hoppen. En niet zomaar doordat ze wat planten gesnoeid hebben en een paadje hebben aangelegd. Maar dat is ook allemaal gethematiseerd. En het gebrek aan dieren hebben ze ook wat aan gedaan. Ze hebben de afgelopen jaren echt ontzettend veel dieren toegevoegd. Dus ook Wildlands timmert wel goed aan de weg. Ik denk dat Wildlands wel kans maakt om de meest indrukwekkende dierentuin van Nederland te zijn. Samen met burgers misschien. Genoeg over dierentuinen. Ja. Ik wil even met jou naar Tokio. Ben je daar ooit geweest? Tokio nee. Disneyland? Nee, ik had het bijna geboekt vorige week. Maar toen heb ik in plaats daarvan toch een dakkapel gekocht. Wil je niet met ons mee met de reis? We gaan dit najaar naar, naar Tokio Disneyland. En Universal. En, ja. September toch? Ja. Ja, dat zou kunnen. Ja, leuk. Dan gaan we even regelen. Dat is lachen. Maar Tokyo Disney Sea heeft een nieuw themagebied. Het heet Fantasy Springs. Ja. En hebben ze drie films van Disney zitten daar dan in. En Frozen, Peter Pan en Tangled. En we hebben nu eindelijk beeld gezien van de Tangled attractie. Ja. Het is echt de eerste keer dat ze een Tangled attractie gaan bouwen. Want we hebben Tangled toiletten in Walt Disney World. Ja. Ook fantastisch. Het is heel geestig, want er zijn nu dus beelden. En het zijn echt spectaculaire beelden. Hè? Dus dat je die legendarische lantaarnscène uit de film Tangled, ik weet niet of je bekend, maar die zit echt in die dark ride waar je doorheen vaart. Geweldig ziet het eruit. Hè? En Disney Parks heeft het op Instagram gepost. En dan daaronder wordt meteen gereageerd door Amerikanen. All we got is a toilet. Ja. Ja. Nou ja, wij krijgen straks een Tangled theekopjesmolen in Parijs. Heb je de beelden gezien? Jij zegt we hebben de beelden van Tangled gezien. Maar heb jij inmiddels de Peter Pan en Frozen ook gezien? Nee. Die zijn uitgelekt. Oh. Of uitgelekt. Ze zijn in ieder geval op internet. Volgens mij was het nog niet de bedoeling. Peter Pan is qua ritssysteem doet heel erg denken. Wist natuurlijk al aan Spider-Man in Islands of Adventure. En Transformers in de Universal parken. Er waren al heel veel mensen die op social media de grap maakten. With Captain Hook on the loose, this could be the most dangerous night of my life. And yours. Even voor de duidelijkheid, dit moet je dus zo zien als een... eigenlijk Ratatouille, maar dan die karretjes groter, breder. En die bewegen ook heel erg als simulatie eigenlijk. Hè? Zo moet je het zien. Ja, maar het is wel van een heel ander niveau dan Ratatouille. Want het is natuurlijk Spider-Man, weet je, ook veel indrukwekkender dan in zo'n ratmobiel zitten. Your bravery helped save the planet. Het is weer Transformers, hetzelfde ritssysteem, in meerdere Universal parken te vinden. Eerste keer dat Disney eigenlijk dat heeft. Ja, het is ook 3D. En dan beleven we een Peter Pan avontuur. Ja, en het is ook 3D geanimeerd. Dus een beetje zoals, ken jij Mickey's PhilharMagic in de Disney Park? Ja, de 3D film, ja. Daar zit ook een stukje 3D Peter Pan in. Geanimeerd. Die stijl is wel mooi. Het. Wel mooi. Ze gaan ook naar Neverland en zo. Ik heb er een beetje doorheen zitten kijken. Ik heb het niet heel vaak... Af to Neverland! En dan uiteindelijk gaat het natuurlijk mis. En dan, Ja, en ja, Kapitein Haak uiteraard. De racistische stereotypen van de Indianen eruit, denk ik. Dat klopt. Je zit er niet in, neem ik aan. Ik heb het niet heel minutieus bekeken, maar ik kan me niet voorstellen dat erin zit. Nee. Maar dus echt een lange rit wel? Of? Ja. Dat is interessant. Ja, ik zou hem eigenlijk aan je willen zien, maar je hebt al van tevoren aangekondigd dat je niet gaat knippen in deze podcast. Dus dan luisteren mensen gewoon naar 3,5 minuut Maar goed, ik wil even terug, want we zien dus die beelden. Dit themagebied, dat Fantasy Springs, ziet er dus fantastisch uit. Dus die Peter Pan ride ziet eruit, dat klinkt fantastisch. Ja, ik zag ook een Tinkerbell ride erbij. Dat is een beetje de Garden Tour uit Toverland. Ja. Nou ja, sowieso, dat wilde ik eens aan jou laten zien. Als je hier de beelden ziet van de ingang van Rapunzel's Lantern Festival, zoals dus die attractie over Tangled heet. Ja. Dit is toch net, als je dit zo ziet, dit is toch net dat nieuwe hoekje in Avalon in Toverland. Ik snap hier, wel waarom dat hier, zegt, hier de toiletten zijn van, van de Flaming Feather. Ja, maar ik weet niet of dat een compliment is. Voor Disney of voor Toverland? Voor Disney.
Voor Toverland is het een zeer groot compliment dat ze lijken op Tokyo Disney Sea. Ik denk dat Maurice nu heel blij is als we dit zeggen. Ja, die vindt dat leuk. Die opslag. Ja. Maar dus de prachtige elementen. Die ingang die jij nu laat zien heeft wel een beetje wat Toverland-achtigs. Ik las ook kritiek. Erwin Taats vanochtend in Pretparkland, jou wel bekend. Ja. Die zei bij het zien van de Frozen-beelden, de Frozen Dark Ride. Dit is weer de uitgelekte beelden ook. Ja, het is weer een versie die weer plus 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 is ten opzichte van de versie in Hongkong. En dat is weer de versie die weer geëvalueerd is ten opzichte van Epcot, Walt Disney World in Amerika. Michel Dendulk, de Nederlander, heeft er ook niet zoveel mee van doen gehad. Heeft het begin in de beginfase wat geholpen, maar is uiteindelijk heeft hij het uit handen gegeven. En het is dus weer groter en nog meer animatronics en meer scènes, grotere scènes. Maar het is wel weer gewoon een, je beleeft de film. Je beleeft exact het verhaal van de eerste film. Ja. En dat wordt volgens mij genoemd een book report attractie. Ja. En dat vindt het publiek kennelijk leuk, want Disney doet research. En die gaan echt niet iets neerzetten waarvan later blijkt dat mensen het niet leuk vinden met zo'n budget. Hier is blijkbaar behoefte aan. Maar op het gebied van storytelling is hier wel wat voor. Ik heb natuurlijk ooit geleerd van Joe Rohde in Animal Kingdom dat de mensen komen in een wereld die ze al kennen. Daar gaat het verhaal niet nog een keer gebeuren. Dus daar moet je met storytelling iets op bedenken. Bijvoorbeeld dat het verhaal opnieuw verteld wordt op een bepaalde manier. Mm-hmm. In Abu Dhabi of in Dubai heb je volgens mij zo'n Shrek Dark Ride, waarbij dan het verhaal van Shrek zoals we dat kennen uitgebeeld wordt met handpoppen. Of ja, met van ik heb die gezien. Marionetten. Ja, ja, ja. Dat is dan logisch storytelling-wise. Klopt het dat je dat verhaal ken je al en het wordt dus als een voorstelling aan je gepresenteerd. The Little Mermaid is natuurlijk ook een beetje het verhaal van de film. Daar is wel bij dat er een vertelstem is. Die meeuw, die vertelt dan wat er gebeurt. Frozen in Tokyo is wel echt gewoon, je maakt gewoon precies mee wat je al kent. Ja, maar als ik in de board van Disney zou zitten, jij komt naar mij toe, jij bent Imagineering, jij zegt, mag ik voor jou 200 miljoen euro om een Frozen attractie te bouwen? En ik zeg, oké, en zit Let It Go er ook in? En jij dan zegt, nee. We hebben iets nieuws bedacht. Nee, dan zeg ik, joh vriend, ik vind het allemaal best, maar jij mag het doen, maar Let It Go komt erin. En ook, ook in die, precies in die jurk, want hebben we 36 miljoen stuffed animals, hoe noemen we dat? Poppen van merchandising van laten maken. Ja. Dus ja, je... Dat denk ik. Ik kan me best voorstellen dat anders krijgen die 150 of 200 miljoen niet. Want dat zal het gekost hebben, denk ik. Het zal hartstikke duur zijn. Maar ik denk dat ook de manier is waarop ze er naar kijken. Ja. En ik denk ook dat als je aan mensen vraagt wat wil je zien van Frozen. Dat ze iets noemen uit horen. De film, ja. Want dat kennen ze. Ja. Maar de truc is natuurlijk dat je iets presenteert in die stijl. Wat herkenbaar is, maar wat wel nieuw is. Of wat verhaaltechnisch klopt, dat het nog niet... Want het verhaal van Frozen heeft zich toch afgespeeld, als ik daar toch kom. Dan is het toch niet zo dat ik op het moment dat ik ervoor kies om die attractie binnen te lopen, dat dan net het allemaal gebeurt. Maar dat is ook bij de Little Mermaid Ride. Ja, dan. En natuurlijk in Walt Disney World. Ja, en in Parijs heb je natuurlijk ook Peter Pan en Sneeuwwitje. Maar ik heb ooit geleerd, dat doen we niet meer bij Disney. Ja, toch wel. Toch wel. Want dit verkoopt meer kaartjes, denk ik. Ja, dat zal. Kijk, aan de andere kant, ze hebben natuurlijk bij Star Wars hebben ze dan een nieuw verhaal met Rise of the Resistance bedacht. Ja. Dat is misschien wel de allerbeste attractie die ik ken. Ja. Maar... Daar zitten natuurlijk wel hele herkenbare elementen in, zoals die brug en dingen. Dus je zou kunnen zeggen, we maken een nieuw verhaal waarin zij nog een keer Let It Go zingt. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Daar hebben ze niet voor gekozen. Bij Tiana nu natuurlijk wel. Tiana's Bayou Adventure, de film rondom... ik wou zeggen, de film rondom Splash Mountain. Maar de film rondom The Princess and the Frog in Splash Mountain. Ja. En daar hebben ze natuurlijk wel echt heel bewust gekozen voor een nieuw verhaal dat zich afspeelt na de film. Ja, als je daar in dat bootje gaat zitten, dan heeft het zich al afgespeeld. Dan hoeven we niet allemaal nog een keer... Tenminste, ik ben er nog niet in geweest. Het is nog niet open. Nee. Maar daar ga ik inderdaad vanuit, ja. En wat zegt dit over dat... Want deze discussie hebben we vaak gehad, hoor. Maar die Peter Pan attractie, daar zie ik trouwens nu wel wat foto's van. Ook van de wachtrij. Dat ziet er echt wel fantastisch uit, hè. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar wat zegt dit nou over dat we dit niveau in Parijs waarschijnlijk niet krijgen bij de Frozen attractie? Ja, er was natuurlijk veel commentaar ook meteen op social media van mensen die zeiden... Disney kan het wel, want het is allemaal Disney zelf die dit doet. Maar dan met budget van Oriental Land Company, die daar de dienst uit maakt. En waarom kan dit dan niet bij ons? Ik weet niet wat dat zegt. De prijzen zijn hoog genoeg, zou je zeggen, in Parijs om het te kunnen verantwoorden. Mm. Kijk jij naar Tokio als een soort droomwereld? Van dat is het ultieme... Je bent er natuurlijk nog niet geweest, maar het pretpark Mecca. Of is dat voor jou nog steeds Orlando? Voor mij is dat wel nog steeds Orlando. Alhoewel, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ben nu in mijn leven... 3 keer in Disneyland geweest in Californië. En dat park heeft wel echt een speciaal plekje in mijn hart. Nou, ik snap wel wat je bedoelt. En daar ben je ook geweest, toch? Ja, ik vind dat leuker.
Ik ook dan, eigenlijk. Orlando is natuurlijk de toeristische bubbel waar je van geniet, want je stapt het vliegtuig Orlando uit. Is een vakantie. Ja, en je bent 100% op vakantie. En als je dus... Smiddags even zwemmen, s'avonds even park in. Dat vind ik heerlijk. Exact. Ja. En als je naar Disneyland gaat en je stapt daaruit, dan sta je tussen de zwervers en de vechtpartijen. Als je een beetje pech hebt. Ik heb meegemaakt. Ja, daar, echt waar? Ja. Het is, hoe dan? Nou, gewoon, dat is gewoon gespuis loopt daar rond buiten dat park. Het ligt natuurlijk midden in een... Nou, woonwijk is een groot woord, maar het ligt ik vond die omgeving nog wel oké eigenlijk. Ja. Vond de rest van Los Angeles erger. Ja. Maar Hollywood Boulevard had ik ook slechte ervaringen. Dat is heel... Ja, dat is... Dat ligt natuurlijk een stukje verderop. Ging maar met mijn vriendin we waren in Las Vegas in oktober. En dus, zij wilde toch heel graag Los Angeles een keer zien. Dus hadden we, heb ik een dagtripje Los Angeles gedaan. Dus we de auto erheen gereden. En toen reden we op Hollywood Boulevard. Zei ik, wil je hier stoppen? Wil je even zo even uitstappen? En bij zo'n ster kijken. En op het moment dat ik dat zei, schuin voor onze auto, een vrouw die trok de broek omlaag, ging op zo'n ster te plassen. En toen zei ze, nee, rem maar door. Ja, dat snap ik. Oh. Ja, dit is dus precies hoe ik Hollywood Boulevard zie. Ja, dat is, ja. Dat is sterren, goor, de criminaliteit en de studio van Jimmy Kimmel. Ja, dat vind ik wel het hoogtepunt, denk ik, van Hollywood Boulevard. Ik heb ooit in de rij gestaan voor Kimmel, want dan waren we net te laat. Ach, dit was nog Disney nieuws trouwens deze week, want Disney had weer kwartaalcijfers. Ja, ik zag dat er niets... Parijs werd niet genoemd, maar internationale parken in het algemeen wel, en die gingen goed. Disney's Experiences, daar zitten dus de pretparken en de cruise line bij. 8,3 miljard omzet voor januari, februari, maart van dit jaar. Dat is 10% meer dan dezelfde periode vorig jaar. En 10%, dat is een behoorlijke stijging. De international parks in Paris, Hongkong en Shanghai, die hebben het best gedaan. 29% groei in omzet daar. 29%! Ja, dan moet ik zeggen dat ik van Disney weet dat ze met cijfers goochelen op allerlei verschillende manieren. Waarmee wordt het vergeleken? En wat was er toen in die periode? Was het park toen dicht? Vorig jaar, januari, februari, maart, was er toen iets geks? Geen idee. Maar ik weet wel, als je ook kijkt naar de budgetten die afgelopen week weer naar buiten kwamen. Forbes, het artikel over dit kost de nieuwe toevoeging in Disneyland Parijs, het hotel en zo. Volgens mij zit in die bedragen zoveel rare dingen. Als je zegt het hotel verbouwen kost 300 miljoen euro. Hoeveel daarvan betaalt Disney aan zichzelf om het merk Disney te mogen gebruiken? Ja. Belastingtechnisch, trucjes. Er was deze week ook wat discussie over dat heel veel nieuwsmedia ook in Nederland namen het bericht over dat Disney Plus voor het eerst winst maakte. Terwijl dat is natuurlijk ook best wel discutabel, omdat Disney... namelijk de kosten voor het maken van die series... ook laat betalen door andere afdelingen buiten Disney+. Plus. Dus in theorie draait Disney Plus dan winst, maar eigenlijk niet. Dan heb je over het hele bedrijf gezien, is het gewoon een enorme kostenaflaat. Ja, Disney is een ster in het laten vliegen van een rookgordijn... als het om financiële cijfers gaat. Maar toch. Als ze laten zien dat de internationale parken... Ik bedoel, kijk, het zal wat overdreven zijn, maar 29% groei, al is de helft van waar, is nog behoorlijk indrukwekkend. Ja. Kwartaal op kwartaal. Ik gun het ook. Ik was afgelopen najaar in Hongkong Disneyland. Daar was het zo ontzettend rustig, terwijl het daar gewoon perfect weer was. Zelfs in de weekenden was het rustig. Toen opende op een gegeven moment die nieuwe Frozen wereld daar. Toen was het loeidruk, één dag. Dag daarna, 20 minuten wachten. Ja. Dat je denkt, ja, hallo, miljoenen investering. Dit moet toch nu maandenlang uitverkocht zijn? Het loopt niet. Dus ik gun het Hongkong heel erg. Het is een prachtig park. Dat maar er is wel aan de hand daar, hè? In Hongkong natuurlijk. Hongkong wordt steeds meer China. En wordt, ik zag gisteren een reportage in Nieuwsuur dat men daar allemaal behoorlijk ontevreden is over hoe de Chinese staat daar langzaam steeds meer bemoeienis heeft. En ook de economie een beetje leegzuigt. Ja. Toch nog even bij Disney blijven. Ik wil even jouw mening horen over Le Pays de Contes de Fées. Ja, daar wordt een scène toegevoegd. Er worden drie scènes toegevoegd. Ja, dat is de bootattractie achterin Fantasyland in Disneyland Parijs. Ja. Daar zit je in een bootje en dan vaar je langs sprookjes. Dat is ooit in alle haast toegevoegd aan het park. Omdat mensen vlak na de opening van Disneyland Parijs zeiden. Of Euro Disney toen nog. Er zijn te weinig attracties. Help, we moeten iets. En toen heeft Disney er wat geld tegen aangegooid. En hebben ze daar ik zie nu ook gewoon een Nederlands gezin voor me bij Guest Service in 1992. Help, er zijn te weinig attracties. Ja. Dat zeiden morgen hebben we het af. Blijf wachten. Ik heb mijn hele rouwbank leeggetrokken hiervoor. En ik sta hier nou en er is helemaal niks te doen. Dus wat gaan jullie daar aan doen dan? Huh? Ja. Hebben jullie al iets geregeld? Nou, toen kwam Le Pays de Contes de Fées. Ja. Met Casey Jr. Dat hele dat hoekje daar zo. Ja. En dat is openlucht dark ride. Wat een beetje, dat is ook weer een Peter van Holstein term. Openlucht dark ride. Dat is dus gewoon een ride. Ja. Het is een boot toch met een scènes. Light ride. Ja, het is, dan is de gondoletta ook een openlucht dark ride. En dan zijn de... We hebben toch geen scènes? Ja, met bomen. Oké, okay. Maar je zit in een bootje en je vaart langs scènes. Maar dan in de openlucht.
Ja. En daar voegen ze dan ineens bijvoorbeeld Up aan toe. Maar het is een sprookjesattractie. Het is letterlijk The Land of Fairy Tales. En ja. Up is toch geen sprookje? Nee, ze hebben Frozen natuurlijk aangekondigd dat ze die gaan toevoegen. Het IJspaleis van Elsa is nu geplaatst. Dat is een sprookje. Dat is de Sneeuwkoningin. Daar kan je ik zou wel denken, open die attractie wel. In dat andere park even snel. Maar goed. Winnie de Pooh wordt daar toegevoegd. Ja. In plaats van Hans en Grietje. Snap ik ook wel, want Hans en Grietje is geen IP. Winnie de Pooh, is dat een sprookje? Daar zijn wel verhalen van. Boeken, voordat dat... Ik vind het geen sprookje. Nee. Ik vind Winnie de Pooh fantastisch, hoor. Het is geen sprookje. We hebben de hele kinderkamer vol met Winnie de Pooh dingen. Ja. Ja. Waarom niet? Nou, dat is leuk. Dan moet je niet naar China gaan, want daar mag dat niet, hè? Nee, want in China werd Winnie de Pooh gebruikt als afbeelding om de president Xi Jinping belachelijk te maken. En Xi Jinping heeft toen gezegd, dan zetten we nu een streep door alles aan Winnie de Pooh staat. Winnie de Pooh mag niet meer. In Hongkong heb ik nog in de Winnie de Pooh Darkheid gezeten. Dat is ook, die gaat een keer weg. Die gaat een keer weg, dat kan niet anders, ja. Ja. Maar goed, daar komt dus nu naast Frozen en Winnie de Pooh, dus ook hebben ze afgelopen week aangekondigd Up bij. Moeten ze dan niet gewoon de naam van de attractie veranderen? Moet het dan niet gewoon Disney verhalen zijn in plaats van sprookjes? Ja, want dat is Le Pays de Conte de Fées, betekent letterlijk het land van sprookjes. Ja. Dat ik kan geen Frans, maar ja, ik geloof het. Ja. Ja. De landen van sprookjes. Maar goed, laten we het even simpel vertalen. Het land van sprookjes. Dan is het toch een beetje gek als je dan allemaal niet sprookjes daarin hebt. Ja, ik vind ook... Aladdin zat er ook al in. Ja, Aladdin is dan wel een sprookje, toch? Ja, is Winnie de Pooh dan ook niet een sprookje? Ja, het is lastig. Waar ligt de scheidslijn? Ja, ik ben alleen heel blij dat ze die attractie opknappen, want die lag er zo slecht bij. Dat enorme sprookjesboek bij de ingang, bij die draaischijf waar je opstapt op een boot. Het is zo'nzelfde draaischijf als wat de Gondoletta. Dat was al jaren helemaal afgebladderd en smerig en vervaald. En ja, dan ging het weer een paar weken dicht voor onderhoud. En dan bleef dat boek gewoon zo onaangeroerd staan. Ja. Dus het is heel fijn als het opknappen. Het is ook een raar hoekje. Want het is een van de weinige doodlopende plekken. Samen met Indiana Jones natuurlijk in het Disneyland Park. Komt dat Nederlandse gezin daar weer bij die gastenservice? Ja. Hallo, wij zijn er weer. We hebben gisteren hier geklaagd over dat het wij te doen was. Een heel ander accent gekregen in 30 jaar tijd. Wat hebben jullie nu voor ons? Nou meneer, komt u even mee? Ja, ik denk niet dat het zo gaat, maar het zou prachtig zijn. Maar goed, het is fijn dat de attractie wordt opgeknapt. En het zou nog leuker zijn als dat hoekje niet meer doodlopend is, omdat ze daar gewoon Mickey en Minnie Runaway Railway gaan bouwen of zo. Ik lees bij jou op de website, op Loopings, dat er een eerbetoon aan Joost Klein, de inzending voor het Songfestival, is toegevoegd aan Carnaval Festival in de Efteling. Nou, ik kreeg vanochtend die foto van de pop van Carnaval Festival, verkleed als Joost Klein met het bekende blauwe pak aan. Met de is het echt? Schouders. Het is echt, maar het is alleen voor de opnames van het filmpje geweest voor TikTok en Instagram. Dus als wij nu... Ik heb het laten checken. Er is vandaag iemand voor mij in Carnaval Festival gegaan. Jij hebt mensen die voor jou dan even in Carnaval Festival gaan. Ik kan het je laten zien. Maar wacht even, dit is een TikTok van de Efteling zelf. Ja. Kijk, hij zegt, het was niet echt. Het is vandaag weer gewoon de oude pop. Wat ik echt een gemiste kans vind, want ik zat erover te denken. Laat het dan gewoon tot zaterdagavond staan. Carnaval Festival is toch de plek. We hebben natuurlijk bij It's a Small World in Disney gezien, en andere Disney resorts, dat ze daar Disney figuren toevoegen aan It's a Small World. Om het een beetje op te leuken en een beetje... Ja. Ja. Carnaval Festival is toch een perfecte plek om bekendheden uit alle landen die daar gerepresenteerd worden toe te voegen. Ja, ga door. Ja. Als Carnaval Festival pop. Wie zet je daar dan in? Dus in Nederland dan Joost Klein? Nu Joost Klein. Ja. Maar als er een keer een Nederlandse voetballer is die het fantastisch doet op het WK, dan kun je die natuurlijk toevoegen. Maar elk land heeft toch wel eens in de zoveel jaar een beroemdheid die omarmd wordt, waarvan het leuk is om daar een verwijzing naartoe te doen. Tijdens het WK voetbal voegen dan in alle landen die meedoen een voetbal, een poppetje met het shirt van dat land toe. Ja, maar het is wel leuk als Max Verstappen wereldkampioen wordt. Ja. Dan doen ze, ik weet niet of dat in dit geval echt gebeurd is, maar dan zou je zien als nieuwsberichten dat dan de Empire State Building kleurt ter ere van Oranje vanavond. Ja. Maar Efteling kan hier natuurlijk continu headlines mee halen. Van nou ja, nu Sergio Perez is... wereldkampioen geworden. Mexico heeft een nieuwe... En hij staat in... hebben hem even toegevoegd. Ja. Ja, misschien krijg je dan gedoe met de Formule 1-organisatie. Maar bij wijze van. Iedereen, hup, nou, jij gaat erover schrijven. Ik weet zeker, RTL Nieuws maakt daar een artikeltje van. Omroep Brabant zeker, maar want die doen alles wat de Efteling... Ontzettend leuk om Carnaval Festival op een andere manier het nieuws te hebben dan klagen over racisme en discriminatie. Ja. Maar waarom hebben ze het weggehaald? Want als jij nu de baas van Efteling was geweest en de social media afdeling had het bedacht, staan. Had je toch gezegd, joh, laat het tot zaterdagmiddag staan. Wat ik denk is dat deze video al weken, dagen geleden opgenomen is. Oké.
En dat ze het gewoon buiten openingstijd s'avonds een keer gedaan hebben. Voor de duidelijkheid, ze hadden dus een van de animatronics in het Nederland gedeelte de schoudervulling pak van Joost gegeven. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ja. Ik heb zo'n, dit is heel gek, er was een vrouw die heeft mij dit aangeboden, zo'n pak. Die heeft het genaaid. Ja, is dit nou weer voor verhaal? Die kwam in mijn DM en die zei, is het niet leuk voor jou op televisie als je dan dat pak van Joost aantrekt? Ik heb het genaaid thuis. Ik heb de naai-instructie gevonden op internet. Ik wil je niet beledigen, maar het past. Ja, dat weet ik niet. Oh. Maar die mevrouw wil me dit opsturen. Ga je dat doen? Maar nou ja, boven Evan Doris heeft al een keer op tv gezet. Zo'n pak is niet echt origineel meer. Nee. Dus maar als hij wint, moet je het wel doen, denk ik. Als hij wint. Ja. Gaat hij winnen? Nee, Kroatië gaat winnen. Oh ja? Ja. Als je dit luistert en Kroatië heeft gewonnen, dan had ik gelijk. Als je dit luistert, dan weten we al dat hij in de finale staat. Daar gaan we ook al vanuit, toch? Ja. We gaan er wel vanuit dat hij dat haalt ook. Dat hij vanavond wel door die halve finale heen komt. Ja. Er was nog meer Efteling nieuws bij jou op de site deze week. Want een bekende Nederlander. Ja, wilde ik nog over hebben. En het is niet Tel Bekkant. Is ze toegetreden tot de ontwerpafdeling van de Efteling. Raar verhaal. Waarom? Nou ja, ik wist helemaal niet dat deze bekende Nederlander, we hebben het over Pepijn Gunneweg, ook iets Wie? Deed. Pepijn Gunneweg, ja. Wie? Ja, Pepijn Gunneweg. Wie? Nou, dat is meneer Gunneweg. Pepijn heet hij met zijn voornaam. Maar wie is dat? Jij schrijft bekende Nederlander. Ja. Ken jij die meme van... Het is leuk, het is fijn, het is de presentation met Pepijn. En dan iemand die ernaast denkt, mijn. Ken je die? Ja. Nee, dat is van zijn programma. Ja, hij presenteerde ooit de BZT-show. Ja, hij zat ook in bijrolletje Flikker Maastricht, Baantje. Hij deed een keer mee aan Wie is de Mol. Hij zat recentelijk nog in Petty. Klokhuis heeft hij meegedaan. Hij zat in Wie is de Mol als kandidaat. Ja, ja. Hij was niet de mol dan. Hij was niet de mol. En Foute Vrienden, daar herken ik hem wel een beetje van. Met zijn oortje in en dan foute grappen maken. Ja, Verborgen Kamerprogramma, ook opgenomen in de Efteling. Ah. En wat heeft deze man met de Efteling? Wat je op de achtergrond hoort is trouwens een karretje van de monorail van het Volk van Laaf. Kan ik tussendoor even zeggen dat ik het belachelijk vind dat deze attractie monorail heet. Deze attractie zou gewoon officieel slakkenspoor moeten heten. Ik weet dat de mensen van de Efteling luisteren. Hernoem deze attractie overal naar slakkenspoor. Dat is een mooie, thematische, logische naam. De laven hebben geen monorail gebouwd. De laven hebben een slakkenspoor door hun lavenlaar. Maar goed, dat geheel terzijde. Pepijn Gunneweg. Wat gaat hij doen hier? Gaat hij nieuwe attracties ontwerpen? Of wat hij is nu echt bij die afdeling die de nieuwe sprookjes en de nieuwe dingen ontwerpen voor het park, toch? Ja, ze noemen hem dus... één dag in de week moet ik erbij zeggen. Dus het is niet dat hij nu... de part-time cultuur. Hè? Ja. Eén dagje in de week werken. Ja. Lekker hoor. Druk met andere projecten, denk ik. Ja, nee, ja. Allround concept specialist wordt hij nu genoemd. Okay. En dan hou je je bezig met storytelling, content en beleving. Om er maar een paar achterlijke modewoorden erin te gooien. Had hij de Joost misschien bedacht? Nou ja, dan had hij meer zijn best moeten doen om het te laten staan. Ja. Maar wat mij opviel aan die titel, Allround Concept Specialist, is dat ze die al hadden. Robert Jaap Jansen is sinds een aantal jaar, die was ontwerper bij de Eftelingen. Die is nu tegenwoordig ook al een tijdje Allround Concept Specialist. Dus ze hebben daar nu twee van. En Robert Jaap Jansen, zoals die man heet, die kennen de meeste mensen volgens mij van dat Alice in Wonderland. Hij is ook Max en Moritz een Nest. Ja. Dat zijn wel de mooiste dingen van de Efteling wel, hè? Ik ben er geen liefhebber van. Oké. <Okay. laughs> Overigens, misschien leuk voor jou, omdat jij zo van Disney houdt. Gunneweg heeft ook stem ingesproken voor Disney films. En DreamWorks films. Echt waar? Chicken Little, Wall-E, Shrek the Third, Alice in Wonderland, Charlie and Chocolate... die chocoladefabriek. En de Monsters University, daar zat hij in als Nederlandse stem. Dus misschien kan hij ook nog wel stemmen gaan doen dan voor Dans Macabre, bijvoorbeeld. Ja, maar dan ben je niet allround concept specialist. Dan ben je gewoon stemacteur. Ja. Ja. Nou, gaaf. Jij was nog in Disneyland Parijs trouwens. Klopt, ja. Gisteren of zo? Of eergisteren? Nou, onlangs. Ja, het ligt aan wanneer je het luistert. Maar moest ik naar Park Asterix. Ik had een beetje ruzie met Park Asterix. Die hebben daar een nieuwe zweefmolen geopend dit jaar. Ja. Al lang geleden. Volgens mij eind maart of zo. Ja. Een nieuw Egyptisch themagebied. Of tenminste, dat is een uitbreiding van het bestaande Egyptisch gebied. Dat ziet er leuk uit. Leuk zo'n perla zweefmolentje. Daar wil ik dan niet zo over schrijven. Dus dan wacht je op marketingmateriaal van zo'n park. En dat sturen ze dan niet. Omdat ze zeggen, wacht even tot het mooi weer is, dan maken we dan de video. Nou prima, dan kan ook wel 3 dagen later op loopings. Dus het is niet de Efteling, het is Park Asterix. En dat kon maar niet, En op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van een Nederlandstalig PR-bureau ingehuurd door Park Asterix. Met, hoi, we nemen je verzoek niet in behandeling om jouw beelden te sturen van onze nieuwe attractie. Want je staat op de zwarte lijst bij Compagnie des Alpes, de parkeigenaar. Hè? Wat een heel raar verhaal is, want in diezelfde week had ik nog gewoon contact met de woordvoerders van Walibi Belgium, Walibi Holland, Futuroscope,
En bellen waren. Een zwarte lijst van media waar jij op staat. Ja, dit is onzin natuurlijk. Dit is gewoon dat ze erachter kwamen. Shit, we hebben al maandenlang niet gereageerd op die gast. En ze blijft ons maar lastigvallen. Het is toch een rare mail om te sturen. Namens een heel groot bedrijf. Een beursgenoteerd bedrijf. Ja. Ga je toch geen groot medium... Ga je dat niet sturen? Je staat op een zwarte lijst. Ja, ik had er ook veel vragen over. Die heb ik ook teruggemaild. Die vragen nooit meer iets van gehoord. Dus toen heb ik gedacht... Dan ga ik zelf maar naar Park Asterix om die video te maken. Ja, dan ga ik... Ja, dat is dat. En toen was ik in de buurt. Toen ben ik ook even Disneyland Parijs geweest. Want het was toen net bijna 4 mei. Ja. En dat was ook de Star Wars dag natuurlijk. Dus ik dacht, dan pak ik dat even mee. Ja. Extra Star Wars. Wordt dat gevierd in Disneyland Parijs? Zeker, niet gezien. Ze hadden Darth Maul rondlopen. Ben je een Star Wars kenner? Beetje. Je kent Darth Maul. Ik weet niet is. Ja, met die punten en dat zwart-rode gezicht. De Mandalorian was er. Je had bij hoge uitzondering had je een show met Jedi Masters en Darth Vader en Kylo Ren. En speciale meet and greets 3,5 uur wachten. Ja. Was heel heftig. Maar dat was leuk. Ik kwam er overigens achter. Ik had een zilver abonnement voor Disneyland Parijs. Ja. Ik dacht, nou ja, die drukke dagen dat gold helder is, dan wil je ook niet in Disneyland Parijs zijn. Dat is natuurlijk de herfstvakantie, de kerstvakantie. Ik heb genoeg aan zilver. Hadden ze dus deze dag ook geblokkeerd voor zilver abonnees. Heb je een kaartje gekocht? Nee, ik heb gewoon mijn abonnement geüpgraded voor €200. Dus ik heb nu een abonnement van €700. Dus het was Tuurlijk. Een vrij duur Star Wars feestje. Nou zag ik op jouw Instagram, en dat vond ik wel interessant, want je had het over de Main Street Electrical Sky Parade. Dat is die drone show. Ja. En nou, heb ik die drone show niet gezien de vorige keer. Ik weet niet of je het gehoord hebt in het Team Talk, maar ik heb er behoorlijk over te klagen. Dat als je daar dan bent en hij gaat niet door, dat ze dan wel die projecties laten zien. Dat ze hem wel groots aankondigen, maar nooit even netjes omroepen. Hey joh, luister. Dat doen ze. Nee, dat deden ze toen niet. Oh, de show komt om 10:00. Ja. 10:00 sluit. Ja. En om 20:00 sluit wordt de aankondiging van nog 10 minuten. Daarna komt dan, als er geen drones zijn... Let op, vanavond zijn er geen drones. Dus ik weet niet wanneer jij hem hebt gezien, of dat iets recentelijks is. Ik heb het in... Een tijdje terug, een paar maanden terug. Ja. Februari deden ze dit... Want we hebben er echt op staan wachten. En ik vond het echt een beetje gênant. Ja, en ze hebben een hele lange omroep, hoor. Het kan zijn dat je het gemist hebt, want het is eerst helemaal in het Frans, daarna in het Engels, daarna in het Frans, daarna in het Engels. En dan zeggen ze dus kort van... Die dingen mist. Hou er rekening mee, er zijn geen drones. Oké. Okay. Nou ja, dat weet ik niet. Nee, dat kan natuurlijk. Maar ik vond het toen best wel een klote ervaring. Waarom en ik vond vooral dat je daarna dan Dreams krijgt. Want het natuurlijk een waardeloze show is tegenwoordig, vind ik echt. Vind ik, nou, waardeloze groot woord. Maar die voldoet niet helemaal aan de standaard van deze tijd. Ik zag Dreams in 2012. Dat is 12 jaar geleden. Toen was je onder de indruk. Ja, en nu. Het is leuk voor fans dat ze hem even hebben teruggebracht, maar... Als je kijkt naar hoe vaak er in de buitenlandse Disney resorts over de plas nieuwe kasteelprojectieshows worden gelanceerd, dan verwacht je toch ook dat ze in Parijs toch op... Kom op nou, we zitten nu met een show die 12 jaar oud is. Het is toch niet zo heel duur. Disneyland Parijs is toch goed in entertainment. Als je toch geld hebt voor drones, heb je toch ook geld om even wat projecties en nieuwe liedjes in te laten spelen. Dat is toch voor Disney niet de grote kostenpost. En er mag voor mij ook wel meer vuurwerk in. Ja, maar dat gaan ze denk ik niet doen, want dat is dan wel duurder en je zit met vergunningen en zo. Mm. Maar een nieuwe show, kom op. Overigens werd deze week bekend dat... er is wat verwarring over. Op de website van Disneyland Parijs verscheen in één keer... Hoi, wil je Disney Dreams nog zien? Tot en met 30 mei kan dat. Vanaf 31 mei komt Illuminations terug. Dus iedereen, dat is misschien iets modernere show, maar die kennen we nu ook wel. Ja. En nu is dat weer weggehaald, die boodschap. Dus Illuminations komt misschien niet terug? Nou, er zijn ook beelden uitgelekt, gefilmd vanuit het Disneyland Hotel, 's nachts na sluitingstijd, van nieuwe projecties op het kasteel. Dus de vraag is dus, krijgen we Illuminations? Krijgen we Illuminations met nieuwe scènes? De beelden die we lieten zien was onder andere een beetje Buzz Lightyear, geloof ik. Oh. Of krijgen we een volledig nieuwe show en hebben ze gewoon het fout aangekondigd op de website? Of krijgen we die Pixar Fest show uit Anaheim? Ja. Ja, dan Together hadden mensen Forever. Dan hadden mensen dat wel herkend, denk ik, aan de beelden. Ja, van, dat is precies die. Die is best leuk trouwens, hoor. Dat is een avondshow met allemaal Pixar. En die eindigt... Er zit een heel cynisch stukje in. Want dan, op zo ongeveer 3/4... Dan hebben ze in ieder geval in Anaheim... boven Disneyland Park allemaal van dat rode vuurwerk... dan zo heel onheilspellend in de lucht. En dan is dat die scène uit Toy Story 3... dat al dat speelgoed zo in die verbrandingsoven verdwijnt. En dan in één keer... En dan kleurt alle lampen in het park kleuren groen. En dan vind ik heel mooi. Dan is het stil. Dan gaat de licht uit. En dan hoor je alleen maar een heel zacht pianootje in de verte. Dat melodietje van Up. Ja, dat is kippenvel. Dat is echt een hele goede. Doordat je dan zo'n heel veel herrie van die verbrandingsmolen. En dat. En dan. Dan komen die aliens die komen dan de Toy Story figuren redden. En dan is het. Maar daar kom je ermee weg omdat je daar zo vaak een nieuwe show hebt.
Mooi. Dat zingen ze dan. Ik kan niet zingen. Hartstikke leuk, Thomas. Ja. Ik denk dat je er daarmee wegkomt, omdat je daar regelmatig een nieuwe avondshow hebt. Maar als je dit in Parijs doet, alleen een Pixar-show, dan vragen mensen zich toch af waar is Mickey Mouse, waar is Peter Pan. Overigens is de rest van de grote finale van die show is natuurlijk You Got a Friend in Me, maar dan een heel groot uptempo. Ja. You got a friend in me. Oké. Het is vet. Maar ik denk dat er dus iets nieuws komt. Een nieuwe show. Parijs verwacht nogal wat. Ze hebben natuurlijk afgelopen, was het in maart, dat ze aan het experimenteren waren met 2 shows per avond. Ja. Dat ze Dreams in 1 keer gingen laten zien. 1 keer zonder het vuurwerk, 1 keer met het vuurwerk. Kijken hoe dat infrastructureel technisch werkt in het park. Je merkte dat heel veel mensen naar huis gaan. Dat kan heel voordelig zijn, want ze willen de capaciteit komende zomer verhogen. Vanwege de Olympische Spelen, die komen eraan. Het wordt hartstikke druk heel daar. Heel erg druk, dus dan kan een tweede avondshow handig zijn. Alhoewel, wordt het echt druk daar? Dat zal ik me af te vragen. Ga je dan Illuminations misschien laten zien om 9 uur, 10 uur en dan om 11 uur de andere show? Is het dan donker genoeg om 9 uur? Ja. Maar ga je, als jij een kaartje hebt voor de Olympische Spelen, ga je dan een dagje naar Disney? Ja, ze zijn wel nu daar reclame echt bewust voor aan het maken. Ze hebben nu echt spotjes. Normaal gesproken is elk reclamespotje van Disneyland Parijs boek je verblijf in een hotel. Kom een weekje, kom een middenweek naar Disneyland Parijs. Nu hebben wij reclames voor Disneyland Parijs. Kom een dag. Ben je in Parijs? Kom even langs. Dat is volgens mij voor het eerst dat ze dus nu echt specifiek marketen op. Je bent toch al in Parijs. Kom even een dagje naar Disney. In plaats van andersom. Je bent een week in Disneyland Parijs. Ga even een dagje naar Parijs tussendoor. Ja. Dus ik denk dat ze er wel wat van verwachten. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar ze hopen het wel. De reden waarom ik hier naartoe praatte was trouwens wel omdat jij heel lyrisch was over die drone show. Ja, als die doorgaat is die fantastisch. Het is ook een heel groot contrast. Want daarna begint Dreams en dan denk je, dat had niet per se nog gehoeven. Ik sta daar tussen de mensen alleen maar, wauw, geweldig. Ik had ook op Twitter en threads gezet. Ik stond naast een Franse moeder, die sprak mij aan. Die zag dat ik intensief foto's te maken was van die drones. Dus die dacht, daar zal wel verstand van hebben. En die vroeg mij eerst in het Frans en daarna het Engels, hoe doen ze dit? Waarop ik zei, het zijn gewoon drones met lampjes. Nee, maar dat komt vuurwerk uit en er komt rook uit. En wauw. Leuk als je zou zeggen, hoe doen ze dit? Nou, dat is een software. En dan helemaal zo heel diep in technisch zitten uitleggen hoe dat dan werkt. Ja, ik sta dan nog steeds te vertellen aan die vrouw. Maar dit is gewoon een fenomenale show. Omdat het pretparkpubliek is tegenwoordig zo kritisch. Wij zijn allemaal zo kritisch. Jij bent kritisch, ik ben kritisch. De gemiddelde bezoeker is kritisch, want we zien steeds meer. Vroeger was het heel bijzonder als je dan naar de Efteling ging 1 keer in het jaar. En tegenwoordig, we hebben allemaal zoveel ervaring. En als je dan zo'n droneshow ziet en dat je nog steeds het effect hebt van holy moly, dit is echt een kippenvel moment, elke avond weer. Dat is een beetje het effect dat Disney Dreams had in het openingsjaar, van dit kunnen ze tegenwoordig, wauw. Ja. En daar verdient Disneyland Parijs. Disneyland Parijs wordt denk ik terecht heel vaak afgekraakt in deze podcast, want heel veel deugt ook niet. Het is daar, bouwplanning is om te janken, personeel is om te janken, horeca is om te janken. Maar deze show is fantastisch. Ja. Even tussendoor trouwens, die doen heel veel podcasts, die dan halverwege zo'n beetje zo rond dit moment van de podcast ineens beginnen over HelloFresh. Dat mensen ineens zeggen, HelloFresh is echt geweldig, hè? Maar wist jij dat je daar ook Efteling gerechten kunt? Sluit nu af en gebruik de code TEAMTALK63. Nee, wij hebben geen deal met HelloFresh. Heel veel podcasts hebben dat wel, die maken dan nu gebruik ervan. Zeggen, soms heb je zo'n druk leven en dan is het gewoon te veel om nog boodschappen te doen, maar dan wil je toch van de maaltijd op tafel zetten. Ik heb zo'n druk leven, koken is zelfs te veel, wat moet je dan doen? Ja. Thuisbezorgd. Wij zijn meer van de thuisbezorgd, Thuisbezorgd sponsor ons. Maar HelloFresh kennen mensen als de maaltijdbezorgservice. Ja. En, vrij agressieve service met een slechte reputatie. Oh ja? Ja, toch? Vind je? Nou, weet ik niet. Ja, die staan er toch wel onbekend dat ze heel agressief zijn in de marketing. Dat als je daar een keer een proefabonnement neemt, dan kom je er niet vanaf. Nee. En ik heb het wel een tijdje geprobeerd. Ik heb het gehad, HelloFresh. En ik kreeg alleen maar maaltijdboxen met... Maar dat is zo gênant. Dan komt die HelloFresh verzorger bij jou de deur. En zat daarnaast zo'n oranje thuisbezorgd scootertje met 3 kapsalon. Ja, en die box van HelloFresh gewoon meteen de kliko in. Nee, ik heb het echt geprobeerd, maar ik kreeg altijd de verkeerde ingrediënten. Ik ben heel blij dat wij in deze podcast dat gewoon kunnen zeggen. En dat er niet een sponsor is die zegt, ho, ho, ho. Dat ho, mag ho, niet. Ho, ho, verkeerde ho. Ingrediënten? Ja. Dus zat ineens geen pastinaak in mijn avocado of zo? Dat soort dingen, ja. En dan dien je een klacht in en dan krijg je dat bedrag terug. Maar ja, ik wil gewoon koken. Toch? Zij thuisbezorgd bonnen opsturen. Maar even, de reden waarom we het over HelloFresh hebben in deze podcast is omdat er inderdaad een samenwerking is tussen HelloFresh en de Efteling. Ja. En ik las dit bij jou en ik dacht, wat is dit? Je kan dan deze zomer gerechten krijgen geïnspireerd op Fata Morgana, Carnaval Festival, Droomvlucht en de Sprookjes uit het Sprookjesbos. Ja, en als je nou kijkt, wat voor gerechten zijn het? Ik heb ze gegoogeld. Dan kwam je alleen maar pagina's tegen van HelloFresh. Van voorgaande jaren dat die gerechten al lang bestonden. Dat ze er misschien iets aan toegevoegd hebben, een klein dingetje. Maar het zijn helemaal niet zulke bijzondere gerechten. Het is gewoon puur marketing. En ze delen ook, ik dacht Efteling souvenirs uit. Want je krijgt bij je maaltijdbox, als je hier aan meedoet, dan krijg je
pollepel en een schort en een koksmuts en zo. Dus ik dacht, oh leuk, daar staat een Efteling op of zo. Maar daar staat ook gewoon het logo van HelloFresh op en de termen junior chef. Mini chef. Ja. Maar dit is wel weer zo'n commerciële samenwerking, hè, van de Efteling, waarvan we vroeger dachten, gaan ze nooit doen. Nu hebben we dat gedoe met Videoland gehad. Terland Zijn in de Lucht wordt nu hier het hele park voor gebouwd. Gedoe met Videoland? Ja, zij zijn... De Efteling klanten krijgen nu, als je een ticket hebt gekocht, een mail na afloop met korting voor Videoland. Oh. Vanwege en ze hebben natuurlijk een samenwerking met RTL. Videoland is van RTL. Maar er gebeuren meer RTL dingen. Ze hebben een samenwerking met Talpa. Efteling is minder vies aan... Het is nog niet zo extreem als andere parken, hoor. Het is geen... Plopsaland. Plopsaland. Maar de Efteling was daar vroeger vies van en nu niet meer. Ze worden commerciëler. Ja. Het is een influencer-achtige marketing met dit soort dingen natuurlijk, hè? Ja, nou ja, HelloFresh is natuurlijk niet echt influencer. Maar dat samenwerkingssfeertje hangt er zo omheen. Ja. Het is natuurlijk... Ik heb nu een mooie samenwerking met dit bedrijf. Het is compleet zinloos voor het merk Efteling om samen te werken met HelloFresh. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die HelloFresh hebben en die doordat ze dan spaghetti hebben, die dan een rode saus en zetten ze erbij, is van het kapje. Dat ze dan Efteling tickets gaan kopen. Slaat het op. Dus dit is, ja, zo gaat het. Slaat het op. Ja, maar was gerechten geïnspireerd op Droomvlucht. Wat krijg je dan? Elfensoep? Ja. Waar slaat dit op? Ja. Om precies te zijn, Droomvlucht wordt vertegenwoordigd door romige kip. Nou, als ik denk romige kip, denk ik meteen trollen en elfjes. Een ontbijtbol met fruit. Dat is natuurlijk ook typisch Droomvlucht. Ja. Elke keer als ik een ontbijtbol met fruit zie, dan denk ik, ja, die dark ride in de Efteling. En een pasta met saus van spinazie en prei. Ja, dat is onmiskenbaar Droomvlucht. Tom van de Ven zei het altijd. Ik heb me laten ontwerpen door Japanse schetsen. Ja, en door spinazie en prei. Wat is dit, joh? Ja, dit is een mijn punt is meer, dit slaat nergens op. Dit is gewoon de Efteling die geld verdient. Maar goed, vroeger was ik ook commercieel. Hè? Of kon je Efteling koekjes in de supermarkt krijgen en zo. Dat mag nu niet meer. Ja, dat was het. De kindermarketing is verboden. Dus dit zijn nu een beetje de nieuwe wegen waarin ze proberen met het merk Efteling toch echt wat centjes te harken. Kodak fotobordjes. Dus we moeten ook niet doen alsof vroeger de Efteling helemaal niet commercieel was. Anton Pieck zou zich omdraaien. Is een urn. Toch? Ja, veel mensen zeggen graf, maar hij is gecremeerd. Volgens mij zijn er geen beademingsapparaten in het Lavelaar. Omdraaien is er. Die heb ik nooit gehoord. Die vind ik heel leuk. Hou hem erin. Voor de Efteling iets geks doet. Sorry. Nou, goedemiddag. Ja. We zitten nog steeds in het Lavelaar. Had je nog meer nieuwtjes? Waar je zegt van, nou, dit heb ik deze week op de site gezet. Hier moet het over hebben. Ik laat de hele voorbereiding bij jou, hè? Ja, ik heb nog twee dingen. Jij wilde invallen. Hoe lang zijn we eigenlijk onderweg? Bijna een uur. Oh, ik heb nog twee dingen. Ja. Ik wil eerst nog even kort naar Bellewaerde. We hebben nu wel genoeg gezegd over die waterattractie. In Ieper. Maar wist jij dat ze daar ook plannen hebben voor een gigantische nieuwe Vekoma coaster? Een hangende? Ja, een suspended thrill coaster. Dus dat is zeg maar de Condor in Walibi Holland, maar dan wel soepel. En beter en leuk. En natuurlijk heeft Thrips Drill. Ja. Heeft die al in Duitsland? Ja. Ben ik ook nog steeds niet geweest trouwens. Is een leuk ding. Ierland, Emerald Park, daar opent eigenlijk een kopie van wat er in Thrips Drill staat binnenkort. Dat is dus niet alleen maar die suspended thrill coaster, maar daar zetten ze een family boomerang coaster doorheen. Dus zijn er twee, dus voor beide doelgroepen. En het verhaal gaat, het is nog niet bevestigd, er is nog geen vergunning aangevraagd, maar het verhaal gaat dat Bellewaerde daar wel interesse in heeft. En ik heb uit de wandelgangen begrepen dat ze daar nu met Vekoma over aan het praten zijn. En dat ze zelfs aan het kijken zijn. Ze zijn natuurlijk een beetje afhankelijk van de resultaten van Amazonia. Ze hebben ook volgens mij tegen Vekoma gezegd, leuk hoor, is een nieuwe achtbaan, maar we moeten wel 15% meer bezoekers trekken door die Amazonia, anders dan gaat het hele feest niet door. Dus volgens mij is het nog niet helemaal in kannen en kruiken, maar ze willen het wel heel graag. En volgens mij, dit is een gerucht wat ik gehoord heb, is Vekoma ook aan het kijken naar een andere financieringsmanier. In plaats van dat je gewoon tegen Vekoma zegt, ik wil een achtbaan, hoe duur is die 20 miljoen, hier heb je het geld. Vekoma eigenaar blijft van de achtbaan en dat ze hem leasen. Ja. Heb ik gehoord. Ik weet niet of dat waar is. Daarom heb ik niet Het zou best kunnen. Je ziet dat soort dingen zie je in grote industriële apparaten. Wat een achtbaan eigenlijk is. Ja. Zie je dat natuurlijk wel vaker. Grote machines voor fabrieken en zo. Het gebeurt vaker dat die dan op zo'n manier gefinancierd worden. Want die bedrijven steeds moeilijker aan financiering komen bij de bank. En dan kan je crowdfunden zoals bijvoorbeeld Toverland heeft gedaan. Ja. Dit zou dan ook een optie kunnen zijn. Ja. Ja, en als dan Bellewaerde er niet meer kan betalen of genoeg van heeft. Maar dan kunnen we ook een pretpark beginnen. Ja, we leasen gewoon alles met elkaar. Ja. Joh, we leasen een BNM en we leasen dit. Ja. En uiteindelijk en we leasen berg. We leasen... ja, en ergens zegt er een keer iemand, mogen we even afrekenen.
Ja, nee. Maar even, dat komt volgende maand wel weer. Hè? En als ze dat moeilijk doen, nou, haal maar mee weg dan. Ja. Nee, we hebben hier niks mee te maken. Ja. Of dat we zeggen, nee, daar heb ik niet voor getekend. ik denk gevalletje identiteitsfraude. Maar even serieus, Bellewaerde is een regionaal parkje met wat dieren en wat kleine attracties. Die zetten nou dit jaar in één keer een wereldprimeur neer met die Amazonia. Leuk als die werkt. Die hebben vorig jaar een aantal nieuwe attracties geopend. Die zijn het park echt aan het transformeren. Een beetje op een Fantasieland manier delen. Gewoon aankruisen op de kaart. Dit slopen we en dan zetten we volgend jaar wat nieuws neer. Dit wordt wel een landelijke speler. Dit gaat zich kunnen meten met Walibi en Bobbejaanland. Zij groeien snel, ja. Maar dit is Compagnie des Alpes. Dit is dezelfde groep als Walibi en Park Asterix en Futuroscoop. Die investeren best wel flink natuurlijk. Die gaan hard, joh. Volgend jaar 2 nieuwe achtbanen in Walibi Holland. 1 dubbele. Volgend jaar nieuwe... 2 nieuwe achtbanen? Je bedoelt... De dubbele RMC. Single dat is, dat, oh, jij ziet dat als 2 achtbanen? Ja, okay, ja. Joris en het Raak. Ja. Okay, maar het zijn wel twee met een ander baanverloop. Dus ja, oké. Okay, 2 achtbanen. 2 achtbanen. Walibi Belgium, nieuw themagebied met een grote nieuwe achtbaan. Opknapbeurt voor bestaande attracties. Walibi Ronalp, dit jaar Intamin single rail coaster. Ja. Futuroscoop, dit jaar in juli opent gigantisch overdekt waterparadijs. Volgend jaar een nieuwe Mack rocking boat attractie, ook een wereldprimeur. Grote waterattractie daar. Ja. Nou, Bellewaerde heeft dus dit jaar dit geopend. Vorig jaar nieuwe attracties. Zit nu aan die Vekoma-achtbaan te denken. Wat is dat toch met Compagnie des Alpes? Ik zei vroeger altijd, je moet als park niet bij een parkengroep horen zoals Parkers Renew. Dat is een Merlin, want dan ben je echt de Sjaak. Dan zijn er enorme investeringen. Ja, maar kijk naar Slagharen, Moviepark Bobbejaanland. Ze hebben natuurlijk jarenlang die parken leeggezogen financieel. De laatste euro eruit geperst. Niet zo erg als bij Parkers Renew. Die doen dat erger. Ja. Slagharen, de laatste nieuwe attractie was 2019. Ja, maar goed, misschien dat ze nu dus, zelfs een Frans bedrijf, beursgenoteerd, hebben hun fortuin vergaard met skiliften in de Franse Alpen. Daarom heet het ook Compagnie des Alpes. En misschien dat ze daar nu door hebben, die petparken, want ze zitten geloof ik ook in skihallen in China, kan ik me herinneren, zoiets. Volgens mij, daar investeren ze ook heel veel in. Hm. Maar dat die nu dan door hebben, ja, we moeten er wel geld in investeren om het te laten groeien. Anders dan droogt dat inkomstenbonnetje op. Maar dat argument hoor je altijd, maar dan blijft vervolgens de investering blijft uit. Ja, en nu is het gebeurd. Ja. Ja, echt bizar veel investeringen. Walibi Holland, we hebben het over die nieuwe achtbaan. Die gaan ook een grote hal neerzetten, een soort Plopsa Indoor gaan zij neerzetten op het vakantieparkterrein na die achtbanen. Dus er is ook een echt... hal? Ja, dus Plopsa Indoor Coevorden, Hasselt, Maaierland in Plopsaland de Pannen, dat soort dingen. Heb je dat komt in Walibi. Dus zeg maar waar nu Walibi Village is, achter de Spear of Sound. Ik denk een beetje ook achter, als je het van boven ziet, dan is het parkeerterrein voor personeel. En ik denk dat je een doorsteek kunt maken richting die oude kinderboerderij. Oké, okay, daar Bij Lost Gravity. Oké, okay. En dat wordt gewoon een overdekte speelhal? Of met attracties wel? Ja. Oh. Als een plop zijn door. Dus ik denk dat er een Sierer achtbaantje komt. Maar als los park of als onderdeel van Walibi Holland? Onderdeel van Walibi Holland. Een slecht weerbeleving, maar dat kan dus het hele jaar door open. Waardoor je dus ook een argument hebt om daar dus in november te blijven slapen in Walibi Village. Want dan kun je met je kinderen daarheen. Ze gaan het zwembad gaan ze ook opknappen. Zou ik niemand aanraden, maar goed. Misschien dan wel. Ja, maar die hebben een droevig seizoen. Walibi Holland, toch? Voor mijn gevoel. Nu? Ja. Ja, ze hadden Walibi Play afgelopen week. Dat game-event. Ja, ik zag heel veel influencers na het daar rondlopen. Ja. Dus dat trekt 3.500 mensen per dag. Ja. Volgens mij trekt Walibi Holland op een gemiddelde dag met mooi weer in april of mei ook 3.500 mensen per dag. Dus ik heb niet het idee dat dit evenement nu zorgt. Het kost natuurlijk geld om het te organiseren. Levert het nou echt wat op financieel? Ja. Volgens mij is het zo dat je met nieuwe evenementen, je doet het 3 jaar en dan kijk of het een succes is. Vraag me af of we volgend jaar nog Walibi Play gaan zien. Maar ze hebben natuurlijk dat ene, dat hebben we al helemaal afgezeken hoor. Dat themagebied bij de Speed of Sound, ik vergeet dat hoe het heet. Heeft een naam gekregen, maar... Play... Nog wat. Zo'n playground. Als jij het al niet weet. Hè? Ja, maar weet je wat? Het is verwarrend. Want het heet Playground. Oh, oké. Okay. Maar daarnaast ligt Playland. Ja. En dan heb je nog de attracties. En de place heb je daar ook nog? Ja, de place liggen daar. Je hebt een Play Castle. Ja. Je hebt een speelgebied die heeft Play in de naam. En dan hebben ze een evenement dat heet Walibi Play. Er zijn er 8 dingen die Play heten. Het is zo stom. Ja, dat is heel stom. Ja. En de borden, daar staat ook nog de naam verkeerd geschreven. Oh ja? Ja, Playground is namelijk met een spatie, maar op de grote entreepoort hebben ze het andersom gedaan. Dus kan jij niet tegen, hè? Nee, kan je niet ik ben een taalnatie. Maar goed, we kunnen heel lang en kort over Walibi Holland praten. Dat park, dat gaat weer een paar achtbanen neerzetten. Dus we gaan er weer met z'n allen heen. We gaan in die achtbanen. We gaan zeggen, leuke achtbanen, goed gedaan. Untamed ook vet, Lost Gravity, leuk, Goliath, ja, lachen. En verder is dat park gewoon zo ongelooflijk lelijk. En is die marketing daar zo tranentrekkend, bedroevend, slecht. Er is daar al 2 jaar
geen communicatiemanager. Nou, dat merk je hoor. Geen communicatie, ze communiceren niet. Nou, ze communiceren wel, maar dat wordt gedaan door degene die de TikToks opneemt en een stagiaire. Ja, en jij zegt er moet meer lijn in en meer... Ja, er moet iemand daar zitten die gewoon kan communiceren, die iets van ervaring en kennis heeft van marketing. En ik hoorde laatst in een podcast mensen heel hard klagen over de marketing van Walibi Belgium. Ja. Nou, die is vele malen professioneler dan de marketing van Walibi Holland. Okay. We kwamen hierop omdat je het nog even over Bellewaerde wil hebben, die dus weer verder gaan uitbreiden. Ja. Je had nog een ander dingetje. Ja, dat is attractiepark Slagharen. Ja. In Slagharen. Daar geniet je nog het meest. Daar geniet je nog het meest. Er komt een nieuwe directeur. Hebben jullie het daar al over gehad? Nee. Een nieuwe directeur. Wie is dat? Dat is de vervanger van Dave Storm. En hij heet Sander de Haas. Sander de Haas. En hij is, mijn naam is Haas. Ja, onthoud die naam. Ja. En hij is afkomstig van Landal Green Parks. Ah. En wat ik opvallend vind, is dat Slagharen de afgelopen jaren onder leiding van directeur Dave Storm zeer veel gefocust heeft op het vakantiepark. Sterker nog, Dave Storm heeft in het attractiepark een paar dingen opgeknapt. Horeca dingetjes en zo. Maar qua attracties is er echt nauwelijks iets gebeurd. Red Bennett Adventure. Nou, niet een groot succes. Dit jaar wel weer verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Maar je verwacht toch dat ze daar nu iemand gaan aannemen met ervaring in de pretparkwereld. Ja. En toch kiezen ze iemand bij Landal Green Parks. Dus iemand die heel veel weet van hoe je een goed vakantiepark runt. Dat is echt daar de cash cow. Ja. Dat vakantiepark, daar gaat alle aandacht en focus naartoe. Ze hebben dit jaar de camping gesloopt om de nieuwe luxe vakantiehuisjes te bouwen. Dit jaar is er geen camping. Je kan er niet, als je met een caravan daarheen wil of een tentje, dan gaat klopt niet meer. Nee, ze hebben onlangs een prijs gewonnen voor beste camping met een pretpark. Maar er is geen camping. Dit is weer typisch Slagharen. Hoe kan je daar zo'n prijs winnen dan? Ja, ja, ze hadden ooit wel een camping. Toen mensen nog daarvoor gingen stemmen. Maar moeten we het zo zien dat over een paar jaar Slagharen gewoon een heel goed en succesvol mooi vakantiepark is. Met daarbij wat attracties. Ja, ik denk het is een beetje vloeken in de kerk. Maar het zou volgens mij niet slecht zijn voor Slagharen om attracties daar weg te halen. Oh. Als je gaat tellen, hebben ze daar zo ongelooflijk veel attracties. Die weggestopt zijn van die kleine kermisdingen die ze dan, of een oldtimerbaan waarvan je denkt, hebben ze daar een oldtimerbaan ergens in de verte? Als je dat park van boven bekijkt en je zegt, we houden de 25 beste attracties en de rest verdelen we op logische plekken over het park, dan knapt het park echt van op. Ze hebben daar zoveel kleine rommel waarbij het alleen maar personeel kost om het te laten runnen. Ja. Ik denk dat het park opnieuw ingedeeld moet worden. En er kan ook wel weer een keer een nieuwe attractie bij. Ze zijn er al nu al zo lang over aan het praten dat ze daar misschien een hangende achtbaan willen. Sander Daas. En die voorganger moest vertrekken, zie ik staan bij jou. Ja, klopt. Die heeft laten weten dat hij ervoor gekozen heeft om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Die keuze werd voor hem gemaakt. Oké. Ja. Oké. Hij, dus... hij zegt het zelf niet, maar hij is daar de laan uitgestuurd. Wat wel opvallend is, want kun jij je herinneren dat een directeur van een attractiepark of dierentuin in de Benelux de afgelopen 20 jaar ontslagen is? Het enige voorbeeld waar ik zo aan denk is Bart de Boer. Ja, bij de Efteling, ja. Die werd ook wel met de mantel der liefde... andere fase van het bedrijf. Ja, maar dat was uiteindelijk wel gewoon... Was onvrijwillig. Jij past niet meer, doei. Ja, jij wilt veel te veel investeren, dat is niet goed voor het bedrijf, ga weg. Ja, toen kwam daarna een directeur die heel veel ging investeren. Ja, dat was grappig, hè? Toen ze zeiden, we gaan nu een fase van consolideren. Met een nieuwe divecoaster en we gaan Bosrijk uitbreiden en Loze Landbouw en Symbolica. Maar over Slagharen gesproken, daarvan kun je niet zeggen dat de directeur te veel geïnvesteerd heeft. Want? Ja, daar gebeurt gewoon veel te weinig. Ja. Wil je nog een leuk gerucht horen over Slagharen? Ja? Voor die paar luisteraars die denken, daar kom ik wel eens. Dat vind ik interessant om te weten. Ken je de Music Hall? Dat is die theaterzaal met frituurlucht waar ze die wasberenshow opvoeren. Ja. Showcontrol. Ja. Het verhaal gaat dat ze daar dat ze daarin gaan investeren. Ook weer voor de vakantiegasten. Dat ze daar misschien kijken naar, wat kan er nog meer bij? Een bowling of zo? Ja. Dat wordt echt een vakantiepark. Het wordt echt een vakantiepark, ja. Nou, prima. Leuk voor ze. Ja. Ja. Maar dan ben je wel een beetje de... Toverland heeft ze dit jaar ingehaald qua bezoekersaantallen. Ja. Slagharen doet geen enkele moeite om daar weer om weer stuivertje te wisselen. Die even tot slot terug gewoon naar waar wij nu zijn. In het mooiste en grootste en beste pretpark van Nederland. De Efteling. Een beetje een bouwput. Die bouwput waar we het nog niet over gehad hebben is Dans Macabre. Oh ja. Daar gebeurt wel het een en ander, toch? Je kijkt ook naar mij. Toch? Ja, ik hoop dat er wat gebeurt. Ik hoop dat daar niet afgelopen week... Jij had foto's van de allereerste stoeltjes van de attractie. Ja, die zijn daar naar binnen gehesen. Dat zijn de koorbanken waar we straks op gaan zitten met z'n allen. Ja. Komen we toch weer terug heel mooi de cirkel rond op het Intamin prototype. Mm-hmm. Ja, natuurlijk het interieur van binnen al een beetje gezien dankzij die uitgelekte foto's. Ja. Heeft de Efteling daar nog iets over gezegd eigenlijk tegen jou? Van,
jij hebt op de site foto's geplaatst van een geheim project. Hebben ze nog tegen jou gezegd van, hey joh, dit had je eigenlijk niet mogen plaatsen? Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Van alle andere projecten van de laatste paar jaren van de baronnen van Symbolica lekte ook dit soort beelden uit. Ja. Dus altijd wel een Henkie die moet stuken daar en dan denkt, hey, foto's, klik, klik, klik. Ja. En vaak weet ik zelf ook niet eens wat de bron is, omdat ik het ook anoniem aangeleverd krijg. Ik hoef alleen maar te checken of het echt is. Ja. Dus de Efteling gaat hier al een klein beetje vanuit. Als ik dan, ik heb het wel van tevoren netjes gemeld, dus ik zeg dan wel tegen hoofdcommunicatie, hoi, slecht nieuws voor jou. Ja. Ik heb dit. En, dat vind je leuk, hè? Ik wil dat niet invrijven, maar het is gewoon... Wel leuk, jawel. Het is netjes om dat jij gewoon... Jij geniet daarvan. Ik geniet van de primeur. Ja, absoluut. Ik vind het heel fijn om die foto's te hebben en te kunnen laten zien aan de mensen. Maar ik geef het dan netjes aan en dan is het wel van, oké, wat doen we eraan? Ja, kijk, het is natuurlijk niet leuk, maar hij kan dan zeggen, nee, niet doen. Maar hij kent mij ook al jaren. Die weet ook, dat heeft geen enkele zin. Dit gebeurt gewoon soms. En het is heel vervelend voor het project. Nee. Het is vervelend voor het projectteam. Ja. Daar ben ik me bewust van. Maar aan de andere kant zijn de reacties vervolgens zo positief. Van mensen die zeiden, ik was sceptisch. Maar ik vind het nu fantastisch. Het is ook reclame, hè, voor de Efteling. Ja, daarom. Dus het is, zo slecht is het ook weer niet voor ze. Het is wel zo dat ze er echt van balen. Er zijn ook mensen die zeggen, dit is allemaal georchestreerd door de Eftelingen. De Efteling doet dit bewust om de aandacht af te leiden van de borsten van Don Roosje. Dat is niet zo. De Efteling wil dit volledig zelf. De Efteling heeft echt een ding. Ze willen alles regie in eigen hand houden. Dus als dit dan op deze manier gebeurt, dan wordt er echt flink gebaald. Maar achteraf, als we er nu op terugkijken, was het nou echt zulke slechte reclame? Wordt die making-of van Das Macabre straks slechter bekeken? Gaan ze minder kaartjes verkopen hierdoor? Ik denk alleen meer. De laatste ronde even voor de speculatie. Is er al zicht op een Efteling na Das Macabre? Oh, jij denkt Wessel zit in de podcast? Ja. Jawel. Jij wil weten wat de projecten daarna zijn? Ja. Als ik de harde informatie zou hebben met zekerheden, dan had ik het wel op de site gezet. Dus maar dan even speculeren. Gevoel. Maar ik geef even een disclaimer bij. Als het niet klopt, dat mensen dan niet zeggen, hé, maar looping zei... Nee, dit zeg ik persoonlijk. We zitten te speculeren. Ja. Mijn gok zou zijn dat als Das Macabre en het hotel af zijn, natuurlijk komt er nog een sprookje. Prinses op de Ert. Oh ja. Dat wel. Ik denk niet dat dan de uitbreiding aan de oostkant gaat komen. Ik denk dat we eerst nog iets in het park gaan zien. En ik denk dat we daarvoor die kant op moeten kijken. En dan kijk ik even richting Ravelijn. Waar nu nog een theater staat en een kantorenpand. Ja. Het kantorenpand zal blijven. Ja. Dat wordt geen hotel, wat natuurlijk gebouwd is met het idee, we kunnen er ooit een hotel van maken. Dat is denk ik niet aan de orde. Ik gok dat Ravelijn wel eens een nieuwe Efteling-attractie zou kunnen worden. Een attractie, geen show. Dus dan breek je de tribunes af en dan bouw je daar een hal of zo? Of hoe, Ik heb geen idee hoe je dit gaat doen. Er is veel creativiteit voor nodig om dat van dit theater, wat duidelijk een openluchttheater is, om daar iets attractiefs van te maken, wat geen show is. Maar ik denk combinatie attractie-show met echt wel acteurs erin nog steeds. Ik denk dat de samenwerking met Puy de Fou verlengd wordt. Mm. Maar ik denk dat wij na Das Macabre Ravelijn goed in de gaten moeten houden. Jij bent nooit in Puy de Fou geweest, denk ik, hè? Nee. Puy de Fou, naast prachtige shows, ja, die stukken... Het is ook stom. Ik zeg dan tegen mensen, je moet echt naar Puy de Fou. En dan zeggen ze, ja, ik heb Ravelijn gezien. Hoef ik echt niet 10 keer te zien in zo'n park. Ja, Ravelijn is dus niet wat je dus in Puy de Fou ziet. Okay. In Puy de Fou zijn de shows wel goed. Maar in Puy de Fou heb je dus ook walkthroughs. Ah, jij denkt misschien meer zoiets? Ik denk meer zoiets. Met acteurs, waar het verhaal van Ravelijn in een decor met special effects, met de kennis en kunde van Puy de Fou wordt uitgebeeld. En waarom nog niet aan die oostkant? Want je ziet wel, als je nu langs de Efteling rijdt, de oostkant is helemaal achter de Python, achter station De Oost letterlijk in het Ruigrijk. Ja. Waarom daarachter nog niet? Want dat is wel allemaal geprepareerd. Hebben ze bomen weggehaald, hebben ze van alles gedaan. Ja, ik denk dat dat financieel lastig is. Ik denk dat ze daar met stikstofgezeur zitten, dat ze echt even willen afwachten. Wat worden die regels? En ik denk dat de Efteling zich realiseert dat een show met paarden en vogels niet meer door de beugel kan. Alleen de Efteling kan dit niet communiceren. Jij hebt ook in de podcast wel gezegd, een show met, volgens mij, hè, met dieren, dat kan toch niet meer. Ja, dan moet Efteling, ik zou het niet meer doen. Op een gegeven moment moet je ermee stoppen. Ja, dat denkt de Efteling ook, maar die gaan natuurlijk niet communiceren. Ja, wij vinden dat eigenlijk ook, maar het ligt eraan wanneer de Raad van Commissaris het goedkeurt of iets anders hebben. Die moeten nu natuurlijk de lijn vasthouden in de communicatie. Nee, dat kan gewoon. Dieren worden goed verzorgd. Achter de schermen worden er hartstikke veel plannen gemaakt om die paarden daar weg te halen en die vogels. Maar dat kan nog wel jaren duren. En ja, dan is de vraag, wat wil je er dan voor in de plaats hebben? Maar ik denk dus dat eerder komt. Okay. Dat ze dus zeggen. En hebben we niet een Simbad fase 2 ook nog te goed?
Eigenlijk wel, hè? Ja, met een uitbreiding van de waterspeeltuin, die ontzettend populair is, die waterspeeltuin. Ja. Geen bankjes. Nou, bedankt voor dit inzicht allemaal. Hoe vond je dit om Maurice te vervangen? Ik vond het ontzettend leuk. Ja? Het is ook leuk dat ik het één keer in de anderhalf jaar doe. Ja. Dan heb ik in één keer heel veel verhalen op mee te nemen. Ja, ja. Als ik hier volgende week weer zit, dan zijn mijn verhalen natuurlijk op. Hoezo? Maar die is volgende week ook nog op vakantie, hoor. Oh, oké. Okay, nou, dan... dan ga ik nou wel wat rondvragen. Ja. Nou, ik hoop dat ik volgende week weer leuke verhalen mee kan nemen. Nee, mijn pretpark komt nu op stoom. Er komen echt veel nieuwtjes nog komende week. Tuurlijk. Er komen echt wel wat nieuwtjes, jawel. We hebben het bijvoorbeeld nog gehad over drie Toverland-acteurs die half verdronken tijdens een show, bijvoorbeeld. Oh ja. Maar ik kreeg van jou een briefje dat ik dat niet mocht zeggen. Nee, maar daarom zeg ik het op het einde. Teamtalk.nl/reageren. En daar kan je een berichtje achterlaten en een vraag stellen bijvoorbeeld. Je kan ons steunen via petjeaf.com/teamtalk. Volg ons op Instagram, @teamtalknl. Op Twitter, of X moet je zeggen. Volg @loopings met 3 O's. Heel goed dat je dat erbij zegt. Anders raken mensen in de war. Als je het nou met 2 O's doet, werkt het ook, hè? Loopings.nl met 2 O's. Kom je gewoon goed terecht. En luister ook zeker naar mijn show op radio, Stadsradio Hippolytushoef. Tot volgende week. Tot volgende week.